Opstap, Inge de Bruin in gesprek met inspirerende gasten. Goedenavond allemaal, beste kijkers. Daar ben ik weer. Na 3 weken vakantie, nou ja, niet helemaal. Het was 1,5 week vakantie en toen een uitzending met Peter Verreken. Toen nog 1,5 week vakantie en ja, nu zit het er weer op. En op zich was het heel erg lekker, was ik er ook aan toe. Maar het heeft me niet gebracht ja, wat de bedoeling was. De reden daarvan, ja, daar ga ik het in een aparte uitzending nog wel een keer over hebben. Er zijn nogal veel aanvallen op mij geweest, om het maar zo te zeggen. Waarin ik echt op een afschuwelijke manier ben weggezet. En dat, jullie weten allemaal, ik ben een emotioneel mens. En ik had zoiets van, ik sta erboven. En daar heb ik ook een post over gemaakt op de Opstap. Over de adelaar en de kraaien, dat wanneer de adelaar maar hoog genoeg opstijgt, dat de kraaien het niet vol kunnen houden en dan loslaten. Ja, daar heb ik mijn best voor gedaan, maar dat is niet echt heel erg goed gelukt. Ik heb ja, toch behoorlijk last gehad van alles wat er gaande was op het net en hoe iedereen elkaar aan het afmaken is. En daar was ik ook onderdeel van. Maar goed, ik ben er weer. En ik ga het daar verder ook niet over hebben, want we gaan er gewoon een heerlijke uitzending van maken. Ik ben ja, toch wel enigszins zenuwachtig, omdat ik er toch weer een tijdje uit die routine ben, zeg maar. En mijn gast van vanavond, gasten van vanavond, is eigenlijk ook wel zenuwachtig. Dus ik zei ook tegen haar, meid, we gaan er gewoon wat van maken samen. Dat komt helemaal goed. Ik ga haar erbij halen en dat is Monica Nayat. Welkom, Monica. Ja, nou, zoals ik al zei, we zijn beide wel een beetje zenuwachtig. Ja. Maar dat geeft niet, want dat is altijd in het begin. En als we gewoon op een gegeven moment een beetje in die flow zitten, dan komt dat helemaal goed. Ik ga zoals mijn kijkers van mij gewend zijn, ga ik eerst een stukje voorlezen. En ook nu weer niet uit eigen werk, maar uit jouw werk, indirect uit jouw werk, want dit gaat over jouw boek. Want jij hebt een boek geschreven en dat boek heet Van Detox naar Regeneratie. Het is een 356 pagina's dikke pil, echt niet te geloven, die in maart 2020, als ik het goed heb, is uitgekomen. Ja. Nou, daar ga ik wat over voorlezen. Dit boek gaat over hoe totale gezondheid bereikt kan worden door middel van ontgifting en andere natuurlijke healing methoden en healing tools te gebruiken. Wat als healing van het lichaam eigenlijk heel simpel zou zijn, maar dat dit lange tijd voor ons verzwegen is. Er echt een methode zou zijn die het voor iedereen mogelijk maakt om zichzelf volledig te kunnen helen op een natuurlijke manier. En deze methode nog eens versterkt kan worden door het gebruik van natuurlijke healing tools en de kracht van je gedachten en je hart. Echte healing op een natuurlijke manier is mogelijk. En dit boek geeft je de kennis en de tools om dit te kunnen bereiken. Monica Nayat is opgeleid door een internationaal bekende natuurgeneeskundig arts, meester kruidenspecialist, biochemicus en iridoscopist uit Florida en heeft kennis opgedaan over hoe het lichaam zichzelf door middel van ontgifting en kruiden weer kan regenereren. Daarnaast heeft ze vele jaren zelf onderzoek gedaan naar andere zaken die effect hebben op het menselijk lichaam, zoals gedachten, emoties, het gebruik van natuurlijke en energetische tools en de connectie met de natuur en het spirituele. Deze kennis wil ze graag delen met de wereld, omdat ze vindt dat de mensheid nu lang genoeg in onwetendheid heeft geleefd en het nu echt tijd is om de waarheid over echte heling op tafel te leggen. Dit boek is een echte aanrader voor een ieder die geïnteresseerd is in het helen van het lichaam door middel van ontgifting, kruiden en andere natuurlijke healing tools. Een boek dat je qua kennis over echte healing 30 tot 50 jaar vooruit in de tijd brengt. Wow! Dat is nogal wat er over dat boek verteld wordt. Nou, voordat we over het boek verder gaan, wil ik aan jou vragen wie je bent, hoe jouw ontwakingsproces gegaan is, jouw bewustwordingsproces. Wie is Monica? Hoe was jij als kind?
Was jij toen al anders als anderen? Nou, vertel eens over jezelf. Nou, ik ben geboren in Zeeuws-Vlaanderen. Ik was inderdaad als kind altijd al een buitenbeentje op school. En ik voelde me ook altijd anders. Mijn moeder en oma die waren altijd wel erg spiritueel. Dus dat heb ik ook wel meegekregen als kind. Mm-hmm. Rond mijn 23ste wist ik al wel af van de elite en zo. En van een beetje negatieve wat er gebeurde in de wereld. Maar ik wilde me daar nooit echt mee bezighouden. Want ik wilde graag alleen me bezighouden met het positieve en het spirituele. En weet je wel, dus ja, dat liet ik wel links liggen. Totdat ik dan iemand ontmoette waar ik dan ook een relatie mee kreeg. Die zich daar altijd al mee bezig had gehouden. Dus automatisch ging ik me dan ook een beetje in verdiepen. En, maar toen ik dus vorig jaar, toen het dus allemaal begon met het beruchte virus en dergelijke, kwam ook Q op mijn pad. En ja, daar heb ik er echt wel heel veel meer over geleerd, hoe het echt in elkaar zit in de wereld. En Wat deed Q voor jou? Want zoals ik het bekijk, en daar heb ik ook al in andere uitzendingen het ook over gehad, zie ik Q ook als een psyop. Ja, daar zijn de meningen inderdaad over verdeeld. Ik zelf heb er nog steeds wel al vertrouwen in, moet ik zeggen. Dat ik via verschillende bronnen wel... nu, omdat dit moment volg ik het niet meer, moet ik zeggen hoor. Want ik heb nu ook zoiets van, ik zie wel. Want er wordt steeds gezegd van dit en dat gebeurt en dan gebeurt het weer niet. Dus... Precies. Nu, ze kunnen niet voorspellen. Maar nee. Het is wel een feit dat Q wel heel veel belangrijke dingen, heel veel waarheid ook naar buiten heeft gebracht. Ja, en het komt ook allemaal wel uit. Het is alleen, de tijd klopt gewoon niet. Dat is het gewoon. Dus het... ik heb ook zoiets van, ik laat het gewoon maar gebeuren en ik zie wel. En ik richt me nu gewoon vooral op mezelf en niet meer... ik ga niet meer gaan wachten tot wat er allemaal gaat gebeuren, wat ze zeggen dat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Hoe ben jij ertoe gekomen om een boek te gaan schrijven? Want het is niet zomaar een boek. En ik bedoel, als je dan... Want je hebt daarvoor nooit een boek geschreven. En als je dan besluit om een boek te gaan schrijven en dan... Maak je een pil van 356 pagina's. Kun je daar wat over vertellen hoe dat in te werk is gegaan? Waar kwam het vandaan om een boek te willen schrijven? Nou, toen ik dus Dr. Morse had ontmoet... Kun je eerst even vertellen, wie is Dr. Morse? Nou, hij is dus, zoals je voorgelezen had, natuurgeneeskundig arts en biochemicus, isotopist. En hij heeft op een gegeven moment cursussen gemaakt om ook dus mensen op te leiden als regenerative detoxification specialist. Mm-hmm. En ik vond dit zo interessant dat ik echt die cursus wilde gaan volgen. Ben ik naar Florida gegaan. En wat ik daar meemaakte, daar stond ik echt van te kijken. Maar je besluit niet zomaar om naar Florida te gaan. Dus jij van die Dr. Morse had gezien, heeft dus een onuitwisbare indruk op je gemaakt. Ja, dat heeft me echt wel heel erg geïnspireerd. Want wat hij vertelde... hij vertelde dus dat je alles kunt regenereren in je lichaam. En dus alle vragen die mensen hadden over aandoeningen en ziektes en wat dan ook. Het maakte niet uit wat het was. Hij gaf altijd adviezen hoe dat je het lichaam weer op een natuurlijke manier gezond kan maken. En iedereen die dus naar hem toe ging of die dat had toegepast, die... Die kon zijn lichaam ook echt genezen. En
Nou ja, er waren niet veel mensen die dat niet konden, zeg maar. Het was echt gewoon verbijsterend wat er, wat hij voor elkaar kreeg. En vandaar dat, ja, besloot ik gewoon naar Florida te gaan, want ik wilde echt weten hoe dat allemaal in elkaar zat. En ik wilde het zelf ook heel graag leren. En hoe kwam hij op jouw pad? Wat was de eerste keer dat je iets over hem zag of las? Of heb je een YouTube-video gezien? Hoe ging dat? Ja, hij kwam eigenlijk via YouTube, ja. Want ik had eerst... eerst had ik een cursus gedaan van David Wolf, Vrouwen Nutrition. En van daaruit, ja, ging ik een beetje verder zoeken. En kwam Dr. Morse op een gegeven moment op mijn pad. En ja... Toen kwam de rest eigenlijk. En dan besluit je om naar Florida te gaan. Ja. Nou, dat is ook een behoorlijke stap, want het is niet een stap verderop. Nee, dat is waar. Maar als ik dan iets in mijn hoofd heb, dan moet dat wel gebeuren. Dus dan doe ik er ook alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En hoe lang is dat geleden? Dat was in 2012. En 2013 ben ik nog eens teruggegaan om level 2 te doen. Want er waren twee levels. En dus ja, dat is ook al een tijdje geleden. 2012, dan denk ik gelijk aan de voorspellingen die gedaan zijn. De Maya-kalender, wat er met de wereld zou gebeuren. Had dat er ook iets mee te maken dat je zoiets had van, nou, dan ga ik er dan heen? Nee, toch niet. Dat was toch toevallig dan. Oké. Misschien lag het gewoon toeval in die... bestaat niet, maar... Nee, inderdaad, dat zeg ik ook altijd. Nou, toen ging je naar Florida. Hoe lang ben je daar geweest? Daar ben ik 2 weken geweest. Dat was dus een cursus van 5 dagen. Maar plakken we er natuurlijk een vakantietje achteraan. Mm-hmm. Maar ja, die cursus heeft hem echt wel gedaan. Dat ik zoiets had van, nou, ik kom terug en ik wil hier echt wat mee doen. En... ik moet dit de wereld inbrengen. Dus ja, dat boek dat zat al heel lang in mijn hoofd om dat te schrijven. En was het wat je ervan had verwacht? Ik bedoel, je neemt een enorme stap om naar Florida te gaan. Om daar bij die Dr. Morse, waar je toch wel bij op keek, om het maar zo te zeggen, een opleiding, een cursus te gaan volgen. Mm-hmm. Was het wat je ervan had verwacht? Of had je zoiets van, ik ben helemaal flabbergasted. Het is veel meer dan wat ik had kunnen bedenken. Ja. Meer, inderdaad. Ja, het was veel meer. Ik was echt heel erg verbaasd. En er waren ook mensen in de klas die al ontzettend veel hadden bereikt. Er was zelfs iemand die had grijs haar en door... te ontgiften kwamen zijn zwarte haren weer terug. Ja, het is ongelooflijk wat je kunt regenereren in je lichaam. Het is... Had je me dat niet van tevoren even kunnen vertellen? Want ik heb 3 weken vakantie gehad en vandaag had ik zoiets van, ik keek in de spiegel en ik denk, oh mijn god, ik woon dus in Leeuwarden en we hebben hier een vliegbasis. En ik keek hier zo op mijn hoofd en ik denk van, nou, straks denkt iedereen dat Leeuwarden er een landingsbaan bij heeft gekregen. Want ik had er toch een partij grijze uitgroeien, dus ik heb vanmiddag mijn haar nog geverfd. Maar als ik dit al had geweten, dan had ik er misschien iets mee kunnen doen. Ja, dat had misschien gekund. Maar dat neemt ontzettend, wel ontzettend veel tijd in beslag, moet ik zeggen. Het is wel... dat had nooit in 1 middag gekund. Nee. Nee. Dat is misschien maanden, misschien wel een jaar werk. Ja, nee, dat snap ik. Het was ook maar een geintje. Maar ik heb wel echt mijn haar geverfd vanmiddag. Ja. Okay. Maar goed, ga verder. We houden het even heel serieus, want dit is wel een heel serieus belangrijk stukje natuurlijk. In jouw hele ontwikkeling en in de aanzet tot alles wat je nu doet. Nou, je kwam daar vandaan en je had zoiets van, hier, dit wil ik naar buiten brengen. Maar had jij daarvoor al ooit iets gedaan met iets naar buiten brengen op je eigen website of whatever? Nee, dit was echt wel het begin van alles. Ik heb, toen ik terugkwam, heb ik wel wat geprobeerd om op te zetten. Dat is ook niet echt gelukt. Ik had toen ook nog niet zoveel ervaring met al die dingen en moest alles alleen doen. Ik woonde ook nog thuis. Dus ik wilde ook wel een praktijkje beginnen. Maar dat,
dat kwam er eigenlijk ook niet van, doordat ik thuis woonde nog. Dus ik heb toen alles... Ah, je woonde nog bij je ouders? Ja, maar ja, bij mijn vader. Mijn moeder was inmiddels overleden. Dus ja, dat werkte ook niet. Kijk eens, Monica, we zijn net begonnen. En Lieve zegt nu al van, wat een boeiende vrouw ben jij, Monica. Jouw boek interesseert mij. Oh, wat leuk. Kijk, nou, we zijn nog maar net begonnen. Je hebt nog niet eens het achterste van je tong laten zien. Dus oh, nee. Nou, hartstikke mooi. Ja. Ga verder. Dus, je wilde eigenlijk een eigen praktijk ook gaan beginnen. En je wilde een boek schrijven. En toen? Nou, toen heb ik eigenlijk alles een beetje naast me laten liggen. Want ik kwam eigenlijk niet verder. En ik werkte toen nog in de kinderopvang. En ik heb het werk gewoon eigenlijk verder gedaan. En ik dacht, het komt wel als ik een keer op mezelf woon. En zo ben je dan de jaren verder. En op een gegeven moment was het 2016 al. En toen had ik mijn vriend ontmoet, gingen we samen wonen. Nu woon ik inmiddels in Borger. Dat is in Drenthe. En ik dacht, nou, nu kan ik eindelijk mijn praktijkje beginnen. Nou is het toch nog 4 jaar overheen gegaan. Ben ik nog gasthouder geweest. De praktijkje kwam eigenlijk ook niet van de vloer hier, moet ik eerlijk zeggen. Want toen kwam het ook steeds meer naar voren dat je ook heel makkelijk online dingen kon doen. Dus toen veranderde ik ook een beetje van gedachten. Ik denk van ja, misschien moet ik het gewoon op een hele andere manier aanpakken. En zodoende kwam mijn website dan online en ging ik sessies online doen. En dat beviel me eigenlijk wel. En inmiddels heb ik ook al een paar klantjes gehad. En ja, hartstikke leuk. Want je hebt nu wel je eigen praktijk, toch? Het is eigenlijk een eigen online praktijk, ja. Hmm. Ja. Het is nog niet officieel, maar daar werk ik nog aan. Dus het is nog een beetje in... Je hebt ook een website. Ja. Ik zal even een poging doen om hem in beeld te brengen. 1, 2, 3, daar is die. The next level of healing. Yes. www.thenextlevelofhealing.nl. Beste mensen, daar kunnen jullie alles vinden. Voordat je verder gaat, ik zal even 2 comments voorlezen. Ik breng ze niet in beeld, want ze zijn veel te groot, want dan zie je ons ook helemaal niet meer. De ene comment is van Wieberen Tjitsma. Die zegt, dokters zullen weer geneesheren moeten worden in plaats van pillendraaiers of tussenhandelaren van de producten van de op aardolie draaiende chemische industrie, die meer ziekmakend dan genezend blijkt. Wanneer je je ogen opent. Pillen zullen niet altijd slecht zijn, maar wel altijd pleisters die het werkelijke onderliggende probleem maskeren en maken dat er niet naar de onderliggende oorzaken wordt gezocht. Gemakzucht dient de mens, ... niet. Nee, want het dient de mens natuurlijk ook helemaal niet. Nee. Mooie comment. En ik lees deze van Iris Braakman ook nog even voor uit België. Mijn grootmoeder en moeder hebben mij kennis van kruiden doorgegeven van generatie op generatie. Ik ben 50 jaar en nog nooit mijn haren gekleurd en nog steeds mijn eigen haarkleur. Dus zal ik ergens toch de juiste informatie meegekregen hebben, voel ik aan. Ik ben benieuwd naar uw uiteenzetting. Ze zeggen in België altijd uw, hè? Dat vind ik altijd zo mooi. Wow. Heb ik je weer helemaal van je apropos gebracht natuurlijk, door je te onderbreken met de comments. Maar ja, daar heb ik je voor gewaarschuwd. Ja. Het is interactief en het is go with the flow. Nou, Gerry, die brengt nog even in beeld. Gerry zegt van, ik heb ook in de kinderopvang gewerkt en vond het superleuk. Nou, daar is je website weer. En nu zal ik mijn mond houden en jou weer het woord geven. Oké, waar waren we gebleven? Goede vraag. Oké, bij mijn praktijk. Bij je praktijk, dat het eigenlijk meer online is. Maar laten we weer even de sprong maken naar het boek. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat was ook nogal een dingetje. Want ik had er natuurlijk geen ervaring mee. Dus ik heb daar echt wel, 2, 3 jaar aan gewerkt of zo.
Vind ik op zich niet heel erg lang voor een boek van, hoeveel was het? 356 pagina's. Jeetje, mine. Ja. Het is inderdaad erg veel, maar ik wilde er echt alles in stoppen wat ik wist. En ik heb ook heel wat mogen vertalen uit Dr. Moore zijn boek. Dat heet de Detox Miracle Source Book. Mm-hmm. En dus daar komt echt wel de meeste informatie uit. Daarnaast heb ik ook al mijn eigen ding erbij gedaan. Wat ik vond dat er ook bij hoorde. Net als al de verschillende tools die je kunt gebruiken om naast je detox te doen, zeg maar. En mm-hmm. ook over de emotionele en mentale lichamen. En ja, alles heeft natuurlijk invloed op je fysieke lichaam. Dus het is zo uitgebreid. Dus ik wilde er echt gewoon alles in stoppen. Ja, want alles is met elkaar verbonden. Je kan dat niet los van elkaar zien. Nee, nee. Vandaar ook. Het lichaam heeft invloed op je emotionele lichaam, op je mentale lichaam, op je spirituele leven. En andersom ook weer, heeft ook weer alles invloed op jouw fysieke lichaam. Dus alles is eigenlijk een wisselwerking, als het ware. Nou, toen kwam het boek uit en toen had je het klaar. Dat is een enorm proces en dan is je boek klaar en komt het uit. En dan, hoe kijk je er dan op terug? Is het dan helemaal na tevredenheid of heb je zoiets van, nou, ik begin gelijk aan het deel 2? Nou nee, het was op zich wel, de inhoud was na tevredenheid. Maar ik heb het wel 10 keer moeten veranderen omdat ik heel vaak nog foutjes heb gevonden. Ik kon het ook niet officieel laten testen door iemand. Dus ik heb het door een vriend laten lezen. En het dan zelf heel vaak weer doorgelezen. En dan bestel je het. En dan bestel je het weer. En dan, je vindt telkens weer fouten en dingen die je wil veranderen. Dus daar is wel ook wel heel wat tijd overheen gegaan voordat het goed was. Maar uiteindelijk is dan toch het eindresultaat geworden zoals ik wou. Ja. En, ja, gewoon misschien komt er wel nog wel een vervolg of dat ik nog dat ik hem nog een beetje verander. Want er komt altijd nog wel wat bij natuurlijk. Ja. Maar dat is toekomstwerk. En als mensen daar interesse in hebben, waar kunnen ze jouw boek bestellen? Ze kunnen bestellen bij boekenbestellen.nl. Dat is voor mijzelf het voordeligst. Okay, dus herhaal het nog een keer, wat voor jou het voordeligst is. Want ik heb liever dat jij er iets meer aan overhoudt dan een bol.com of wat dan ook. Dus waar kunnen ze het beste bestellen? Boekenbestellen.nl. Oké. Okay. Ja. En als ze het bij bol.com willen bestellen, dan is het daar ook mogelijk? Dat is daar ook mogelijk. Ja. Je kunt het ook in de boekhandels krijgen. Het is ook op Amazon.nl te krijgen. Voor de rest weet ik het zo niet uit mijn hoofd, maar als je de titel intikt, dan komen al. Ja, dan kom je er wel. Zo is het mij ook gelukt. Dus. Ja. En anders dan staat het ook altijd nog wel iets van op jouw website, toch? Neem ik aan. Ja, als je dan daarop klikt, dan kom je ook bij boekenbestellen.nl uit. Kijk, dan is dat de kostenklap. Oké, nou, toen kwam je boek uit. En hoe werd dat ontvangen? Je bedoelt hoe mensen daarop reageren? Daarop reageren, ja. Ik heb een aantal reviews heb ik al op bol.com gezien. En ja, hartstikke leuk. Ja, mensen reageren wel heel enthousiast. Er zijn nog niet heel veel reviews, maar wat ik heb gelezen is toch heel erg mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou, dat is al heel fijn. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat boek van jou. Maar waar de kijkers natuurlijk op zitten te wachten. En daar zal ik even iets in wat bedekte termen over gaan spreken.
Heel veel mensen hebben natuurlijk het een en ander in hun arm gekregen, om het maar zo te zeggen. En dan weet iedereen wat ik bedoel. Ik ga die namen, die woorden niet uitspreken, want dan loop ik het risico dat we eruit geknald worden. Ja. Dat is ook waar ik voor de uitzending al ontzettend veel vragen over heb gekregen. Waar ik sowieso heel veel vragen over krijg. Want ja, omdat ik met zoveel gasten in gesprek ben, hebben heel veel van de kijkers het idee dat ik een of ander naslagwerk heb liggen thuis. Dat ik alles uit mijn mouw kan schudden wat mensen kunnen doen en overal een oplossing voor heb. Nou, dat is niet zo. Hmm. Ik heb er zelf ook al best wel veel over gepost. Dat is ook voor mensen die daar interesse in hebben. Wat ik daarover heb gepost is dat na te vinden of na te zoeken op mijn pagina De Opstap. Maar detoxen is in zijn algemeenheid natuurlijk heel erg belangrijk. Maar nu, op dit moment, hebben mensen allemaal zoiets van, ja, hoe kan ik detoxen van de gifstoffen die ik middels hier of middels hier in mijn lichaam heb gekregen? Ja, hele goede vraag. Voordat je verder gaat, ik breng nog even één vraag naar voren. Is jouw boek al vertaald in het Engels of in het Frans? Vraagt Tanny. Nee, ik heb dat eigenlijk expres niet vertaald in het Engels. Omdat ik al heel veel uit Dr. Moore zijn boek vertaald had vanuit het Engels naar het Nederlands. Ja. En ik had zoiets van, ja, dan is dat eigenlijk precies het, er staan er precies hetzelfde dingen in als in zijn boek. En dat wou ik dan ook weer niet. Het is misschien een idee om het later dan nog te vertalen in andere talen dan Engels. Dat is dan misschien nog wel, denk ik, een optie. Ja. Oké, okay. Nou heb ik je weer onderbroken. Verdorie. Dat geeft niet. Ja, Tanny zegt ook van, Inge, dat is toch wel zo. Jij weet zoveel. Ja, ik weet over heel veel dingen weet ik wat, maar ik weet niet alles. En alles weten maakt ook niet gelukkig, want met hetgene wat ik weet word ik af en toe al bijna depressief. Dus, maar goed, weer terug naar jou. Dat is dus een vraag die enorm veel gesteld wordt. Ik zie net van Ans van Nistelrooy, die zegt ook, hoe vaak is het aan te raden om te detoxen? Nou, als we het hebben over detoxen, dan het eerste wat er in mij opkomt is celery in een slow juicer. En elke dag celery juice gaan drinken. Ik detox dan zelf, want ja, daar weet ik ook niet alles over, daarom ben ik blij dat jij er bent. Door elke ochtend de citroen uit te persen, daar wat natriumbicarbonaat bij te doen en een eetlepel appelsiederazijn en dan lauw water erop en twee kurkuma capsules. Die trek ik open, want de capsules eet ik eigenlijk nooit op van niks, want ik weet ook niet wat daar allemaal in zit. En dat doe ik er dan in en zo begin ik mijn dag. En dan ook nog eens een keer met een liter gedistilleerd water. Maar of dat nou de manier is, dat weet ik niet. Dus Monica, knal het erin. Hoe vaak detoxen? Hoe vaak detoxen? Ja, het ligt eraan. Wil je echt een aandoening of een ziekte, zo noem ik het dan even. Wil je die echt gaan genezen of wil je gewoon over het algemeen om je gezond te houden gewoon af en toe detox? Want eigenlijk, ja, we leven in een zo'n toxische wereld dat je eigenlijk niet anders kan dan telkens je lichaam ontgiften van alle gifstoffen en wat er allemaal in je lichaam komt van je voeding en van je drinken en van wat je op je huid smeert en wat je inademt. Je krijgt elke dag gifstoffen binnen. Dus ik denk dat we er niet aan ontkomen om altijd bezig te blijven onder zoveel tijd. Dus is het dan een kwestie van dat je dat dagelijks moet doen? Of zoals ik dan, wat ik net heb verteld, dat doe ik 5 dagen in de week en in het weekend niet. Of is dat iets wat cyclisch is, wat je één keer in de zoveel tijd moet doen? Wat is jouw advies in zijn algemeenheid? En dan hebben we het dus nog niet over wanneer jij iets hebt. Een ernstige ziekte hebt of kanker hebt of met dit in je arm en dat in je neus. Ja, ik zie het ook meer eigenlijk als een levenswijze. En
waarvan rouwvoetes dus heel belangrijk zijn, omdat daar gewoon de meeste energie in zitten. En ja, gekookt voedsel is eigenlijk beschadigd doordat je dus je voedsel kookt, beschadigt het. En ja, gaat er al heel veel energie verloren en je verandert ook de chemie van het voedsel daardoor. En dan hebben we het nog niet eens over je voedsel klaarmaken in een magnetron. Want dat is natuurlijk helemaal not done. Inderdaad, dat is helemaal erg. Ja, ja, want dat kan dat zelf. Dat vind ik zo erg, hè, als je daarbij stilstaat. Dat hoeveel ouders maken niet het babyflesje klaar in de magnetron? Ja. Echt afgrijzelijk. Ja, dat is heel erg inderdaad. Want je DNA verandert, kan het daardoor zelfs veranderen. Ja. Zo schadelijk is het. Maar ja, het is lastig te zeggen om ja, hoe vaak je moet detoxen. Omdat, ja, omdat ik het eigenlijk meer zie als een levenswijze. Ja. En als je iets hebt in je lichaam wat... Hè, wat ja, qua aandoening of wat voor symptomen dan ook, dan moet je echt wel wat dieper gaan in je ontgifting en daarbij ook helende kruiden gebruiken. Om echt ja, gezondheid te bereiken weer. Als we het nu hebben over voeding, hè? Ja. Dan zeg je ja, raw food, dus groenten en fruit. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk is het niet om dan ook te kiezen voor biologische producten. Want laten ja. we wel zijn, overal zit gif in. Of je nou ja. je groenten in de supermarkt haalt, bij de Jumbo of de Albert Heijn, of je haalt het rechtstreeks van de biologische boer. Dat is een stuk beter, of laat ik het zeggen, nee. zo zeggen, een stuk minder ongezond of een stuk minder schadelijk dan wat je bij de supermarkt haalt. Maar ook ja. de biologische groenten van de boer, daar dalen ook alle chemtrails op neer. En als het ja. droog is, dan besproeit hij dat ook met water. En als het niet gewoon water is in een kas bijvoorbeeld, is dat ook leidingwater. Dus overal ja. zitten gifstoffen in. Maar als je dan uit twee dingen moet kiezen, dan zou ik zeggen, kies dan in ieder geval voor biologisch voedsel. En let ja. wel, niet het biologische voedsel bij de Jumbo of de Albert Heijn. Want er staat heel vaak een sticker op dat het biologisch is, maar dat is het niet. Nee, juist. Inderdaad. Dat zou ook mijn advies zijn. Eigenlijk zou het nog het beste zijn als je zelf een tuintje hebt of een kas. Dat je het gewoon zelf doet. Want ja, je weet nooit precies wat erin zit. En het schijnt ook nog zo te zijn, tenminste dat weet ik met bijvoorbeeld wietplanten. Als mensen hun eigen THC-olie bijvoorbeeld maken of ja, wiet voor medicinaal gebruik. Als jij zelf die plant kweekt en die met liefde en zorg omringt, dan voelt die plant, ja, dat zal middels energie ingaan, wat jij ook nodig hebt. En dan zorgt die plant er dus ook voor dat die optimaal geschikt is voor jou als ja, persoon, als mens. Oh, dat is wel heel mooi. Dat had ik nog niet gehoord. Ja, het schijnt ja. echt zo te zijn. En dan weet ik dat dat dus werkt bij wietplanten. Maar ik weet dat ook dat dat werkt bij je, nou ja, wat je dan ook maar verbouwt. En ook bij je kamerplanten. Mijn kamerplanten gingen op een gegeven moment heel slecht. Dus zoals jullie zien, ik heb er heel veel. Mijn hele kamer staat er helemaal mee vol. En dat ging heel slecht. En toen dacht ik van ja, Inge, maar jij weet dat je je planten niet alleen maar water en af en toe wat voeding en licht moet geven. Maar je moet ze ook liefde geven, aandacht geven, ze energie geven. Dat heb ik toen gedaan, een hele tijd. En mijn planten gingen perfect. Ik zag ze bijna met de dag beter gaan. Maar ja, zoals het heb ik al eens eerder gezegd, zoals dat ook heel gaat met de oefeningen die je van de fysiotherapeut krijgt. In het begin doe je dat heel fanatiek en enthousiast. Maar op een gegeven moment kakt dat in en doe je het niet meer. Zo is het ook gegaan met mijn planten. En de afgelopen ja. 3 weken van mijn vakantie zijn mijn planten hardhollend achteruit gegaan. En tot mijn grote schrik zit het merendeel nu ook onder de luis. Dus dat zegt ook iets over hoe ik met mijn planten omga. Ja, ja, dat is zeker een... Alles is energie. Ja, zeker.
Er zijn ook experimenten gedaan dat, ja, waarbij dus heel slecht gepraat werd tegen een plant of met liefde. En dan kon je ook echt zien hoe de groei was bij die planten. Ja. Echt bizar. Klopt. Maar zo werkt het ook met water. Ja. En met water, als je dat helemaal verrot schuilt of je geeft het alleen maar liefde. En je gaat dat dan onder een microscoop bekijken. En helemaal als het bevroren is, dan zie je echt gigantische verschillen. Dus het werkt met alles. En binnenkort, ik weet de datum niet uit mijn hoofd, maar krijg ik 1 of 2 mensen bij mij bij de opstap van rozen en radijs. En die man heeft een rozenkwekerij en die werkt dus ook met hetgeen waar wij het nu over hebben. Met energieën en liefde geven als ze planten. En die is daar helemaal in thuis. Dus daar gaan we ook nog een uitzending aan besteden. Goed, voeding. Voeding. Met detoxen. En op welke manier je kan detoxen. Jij zegt kruiden. Ja, dan denk ik... Welke kruiden? Peterselie, basilicum, laurier. Ja. Geen idee. Aparte kruiden zijn natuurlijk sterk op zich. Die kun je heel goed gebruiken naast jouw detox. Maar er zijn de kruidentincturen, bijvoorbeeld van Dr. Mors. Daar zitten bijvoorbeeld 10, 11 of 12 kruiden in die synergetisch samenwerken. En dat is veel en veel krachtiger. Ja. En die helpen dus ook je... die helpen met het lichaam ontgiften. Ze helpen de cellen sterker te worden. Dus die heb je echt wel nodig om alles sneller te laten gaan. En vandaar ook dat dit zo'n krachtige methode is. En ook omdat mensen denken vaak aan groentesapjes of groentes of ja... Het zijn veelal into groenten, zeg maar. Maar het gaat eigenlijk meer om het fruit. Want het fruit heeft juist die healende kracht. Nee, dat wist ik dus ook niet. Ja, Dr. Moors heeft ook heel veel bijzondere healings gezien bij mensen. Bijvoorbeeld ruggengraat dat doormidden was door wat voor ongeluk dan ook. Dat weet ik even niet meer. Maar... Die persoon zat in een rolstoel en die is er gewoon weer uitgekomen na zoveel jaar. Die met alleen op fruit te ontgiften en met zijn kruiden. Jeetje. Die kon gewoon weer lopen. Bizar. En ook iemand zijn lichaam die misvormingen had. Ze was helemaal rechtgetrokken gewoon weer. Onvoorstelbaar. Wow. Het is onvoorstelbaar. Alles is echt te regenereren. Dus vandaar dat ik ben gewoon zo enthousiast over zijn materie. Weet hij, by the way, dat jij een boek hebt geschreven? Ja, ik heb het naar hem opgestuurd. Hij heeft het ook in een van zijn video's laten zien zelfs. Dus, oh, wat gaaf! Ja, dat vond ik echt zo geweldig. Wow, dat is echt wel een kroon op je werk dan. Ja, ik was echt zo trots. Maar als jij het bijvoorbeeld hebt over de kruidentincturen van Dr. Mors. Als je dat zou willen doen, heb je daar dan begeleiding bij nodig? Of kun je die kruidentincturen gewoon bestellen? Is dat dan duidelijk wat je moet hebben? Zijn het er heel veel verschillende? En wat ik ook heel belangrijk vind, is het betaalbaar? Het is ontzettend veel als je er niet veel van af weet. Ja, je kunt ze zelf bestellen. Ik ken een Nederlandse website die ze verkoopt. Die kan ik ook al zo doorgeven. Dus ik kan als je weet hoe het, wat je nodig hebt, hoe het werkt, dan kun je ze zo bestellen. En anders, dan kun je het natuurlijk ook eventjes vragen van... Goh, ik heb dit of dat, wat raad je me aan? Of... Ja, dan kunnen mensen bij jou terecht. Ja, of je kunt een sessie laten doen. Of... Ja, maar je kunt ook zeggen van... want ik zeg ook altijd tegen mensen van... wil je gewoon de basiskruiden doen? Wil je het gewoon simpel houden?
Neem dan de kruiden voor je endocrine klieren, voor je darmen, voor je lymfesysteem en voor je nieren. Dat zijn de vier belangrijkste waar je altijd aan moet werken. En dus als je het echt niet weet en als je niet zoveel geld hebt, dan kun je die vier gewoon bestellen en dan naast je detox gebruiken. Ik vind het best wel prijzig. Ze zijn iets van rond de €28 per flesje. Mm-hmm. Dus als mensen dit niet kunnen betalen, dan is er nog een andere oplossing. En dat is, dat heet de Heal All Tea. Dat is een thee. Daar zit eigenlijk een beetje van alles in. Dus alle kruiden die je nodig hebt. Mm-hmm. Die dus, die ook jouw detox kunnen ondersteunen. En die heeft Dr. Moor speciaal ontwikkeld voor mensen die niet veel geld hebben. En dat kost ongeveer, ik geloof, €36 of zo. En dat is zo'n grote zak, geloof ik, ongeveer. Ja. Dus, maar mensen moeten dus niet denken van, we gaan die tincturen bestellen. Of we gaan die thee bestellen. En we leven gewoon door zoals we altijd hebben gedaan. En we eten vanavond lekker patat. En morgen eten we gewoon witbrood. En we nemen die tincturen en het komt helemaal goed. Want zo werkt het niet. Nee, kijk, het kan wel. Het kan wel. Ja, als je gewoon wil eten zoals je altijd wil eten, het kan. Je kan gewoon de kruiden daarnaast gebruiken. Alleen duurt het dan wel veel en veel langer voordat je wat bereikt in je lichaam. Ja. Dat is het verschil. Ja. Dus als je echt heel diep wil gaan met ontgifting en je wilt echt wat bereiken, dan ben je ook al een paar maanden bezig. Maar dan bereik je ook echt in die maanden wat. En dus hoe minder diep je gaat in je ontgifting, hoe langer het zal duren voordat je wat bereikt, zeg maar. Oké, mensen die nu zoiets hebben van, ik wil wel gaan detoxen, weet ik veel, ik ga die kruidentincturen bestellen en ik bestel een zak thee. Als je dit nog nooit gedaan hebt, je bent hier niet in thuis, waar begin je dan? Want dat is een vraag die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Het wordt altijd zo makkelijk gebracht, maar in praktijk is het toch vaak dat je tegen van alles en nog wat aanloopt en dat je denkt van ja, maar hoe moet dit dan en hoe moet dat dan en is dit nou wel goed of moet het zus of moet het zo? Wat is dan jouw advies? Ja, ik denk dat je dan ook wel het beste begeleiding nodig hebt daarin, want het is zo grote materie en ik heb zelf ook een vragenlijst van ik weet niet hoeveel bladzijden. En die stuur ik de cliënten ook altijd op. Dan kan ik precies zien van, die klieren zijn zwak, die klieren zijn zwak, die organen zijn zwak. Daar moet aan gewerkt worden. Een hele uitgebreide anamnese, zeg maar. Het is heel uitgebreid. En als je echt, echt wil werken aan je gezondheid en echt de zwaktes wil weten in je lichaam en daar ook echt precies aan wil werken, dan is dat denk ik de beste optie. Wil je het zelf uitzoeken, dat kan natuurlijk ook. Weet jij waar je zwaktes zitten in je lichaam, dan kun je ook die specifieke kruidentincturen naast de basiskruiden kun je dan bestellen. Dus het kan allemaal wel. Maar het is nog best wel een brede, hè? Ja. Een brede materie allemaal. Ja. Ja, ik snap ook wel dat jij nu niet met een toverstafje kan zwaaien of een spreuk kan uiten waarmee iedereen in één keer volledig gedetoxed is. Was het maar zo. Dat zou heel mooi zijn. Maar ik weet van mezelf, maar ook van een aantal kijkers, dat ze gewoon weinig financiële middelen hebben. En als we nu ons daar even op gaan richten, wat kunnen mensen dan zelf doen om te detoxen? Ik zou zeggen, ga bouw op het gemakje af, want de meeste mensen die eten nog gewoon, denk ik, gewoon aardappelen, vlees, melkproducten, noem maar op. Op het gemakje afbouwen naar
rauwvoed is denk ik de eerste stap. Dat je eerst bepaalde dingen uit je voeding laat. Bijvoorbeeld laat eerst vlees eruit. En gaat dat een tijdje goed? Want als je het in één keer doet, dan gaat het denk ik met de meeste mensen fout. Dat ze dan weer terugvallen in hun oude gewoonte. Ja, lichaam moet er eerst aan wennen. En als het kan, als jij geen grote gezondheidsproblemen hebt, dan kun je het beste gewoon op het gemakje doen. Dus je laat eerst vlees eruit, daarna laat je bijvoorbeeld aardappelen uit uit je routine. Ben je daaraan gewend, dan kun je melk en melkproducten eruit laten. Nou ja, die moet je eigenlijk als eerste eruit, want die zijn eigenlijk het ergste. Die dus eigenlijk, als ik je zo hoor, is het heel belangrijk om vegan te gaan eten. Vegan is heel belangrijk, maar is nog niet het hoogste, zeg maar, qua wat je kan doen aan voeding. Maar dus is ja, ik denk op hetzelfde moment dat je dan steeds meer fruit toevoegt en groenten. En dat kan je dan eventueel ook wel stomen, hoor, die groenten. Want in één keer overgaan op rauwvoed is ook best wel drastisch. Dus ja, en heel veel mensen, hun spijsverteringssysteem trekt dat gewoon helemaal niet. Nee, het is ook eventjes een dingetje om te kijken van wat kan ik inderdaad verdragen? Want heel veel mensen, hun lichaam is ontzettend verzuurd en daardoor kun je veel dingen niet verdragen. Dus, maar hoe verder je dan komt in je ontgiftingsproces, hoe meer je weer kunt verdragen. Dus het is echt een heel proces en het is ook een langdurig proces. Dus het is ook niet zomaar iets dat je even in een week of een paar weken kan doen. Want heel veel mensen bieden gewoon ontgiftingskuurtjes aan van een week of een paar weken. Maar daar red je het niet mee. Want je bent eigenlijk heel je leven, heb je je lichaam, ja, zonder te weten, verzuurd. We groeien op met melk en melkproducten. Dat veroorzaakt verzuring. Het veroorzaakt slijm. Daardoor raakt je lymfesysteem helemaal verstopt. Daardoor raken klieren onderactief. Je nieren die worden zwak. En daardoor kunnen ze dus ook niet meer goed de afvalstoffen uit je lymfesysteem filteren. Dus wat krijg je dan? De afvalstoffen moeten ergens anders heen. Dus je huid is eigenlijk je derde nier. Dan gaat het daar allemaal door naar heen. Maar dat is dan, je huid raakt dan overbelast. En daardoor zie je dan ook weer heel veel huidproblemen ontstaan. Zoals psoriasis of allergieën. Dus, constitutioneel eczeem. Ja, eczeem inderdaad. En dat soort dingen. Dus het is echt van groot belang dat je nieren dus weer goed gaan werken, dat het lymfesysteem gaat stromen, dat die afvalstoffen, dat je lichaam die afvalstoffen kwijt kunnen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Want als je gaat detoxen, dan kun je in het begin ook echt wel een reactie krijgen. Dat je heel moe wordt, in één keer uitslag krijgt wat je nooit hebt gehad, enorme jeuk, hoofdpijn, je gaat in één keer stinken of je krijgt in één keer allemaal beslag op je tong. Je hoort daar van alles over. Ja, nou, daarom moet het ook eigenlijk langzaam gaan. Want mensen die van een gekookte voeding en dierlijke producten en noem maar op, ineens overgaan op ontgiften, dan krijg je enorme reinigingssymptomen. En dan steken ze het eigenlijk op het fruit en de ontgifting. Terwijl het is eigenlijk een natuurlijke reactie van je lichaam. Is dat het Herxheimer effect? Hoe zeg je? Het Herxheimer effect. Oh, daar heb ik nog niet van gehoord. Oh, oké. Okay. Ik noem het al reiniging of detox symptomen. Mm-hmm. Omdat je lichaam dus die afvalstoffen kwijt gaat raken. Alles komt in beweging.
En dus ga je allerlei symptomen zien. En dat kan hoofdpijn zijn. Dat kan, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Ja. En wat is dan heel belangrijk om te gaan doen? Om die symptomen, om dat wat te verlichten. Heel veel te gaan drinken. Want dan komen we bij water. En bijna iedereen, tenminste heel veel van de kijkers inmiddels, die hebben wel een filtersysteem aangeschaft. Maar ja, het merendeel van de mensen drinkt natuurlijk nog steeds kraanwater, wat gewoon enorm vervuild is. Ja, is zo. Ik heb het ook sinds kort aangeschaft, inderdaad. Ja, ik vind het ook best wel belangrijk om het water te filteren. Of in ieder geval, ja, bronwater koop ik ook wel eens. Maar ja, je weet ook niet of dat het vertrouwen is. Dus je kan ook maar doen wat het je... Het enige wat als je voor bronwater gaat, dat zijn glazen flessen Spa Blauw. Ja. Ja, plastic is natuurlijk ook weer niet... Klopt. Ook weer niet goed vanwege de BPA. En ik heb onlangs een uitzending gedaan met Karel Thieme over zuiver water, omgekeerde osmose. En hij heeft ook heel veel onderzoek ernaar gedaan. Wat zit er allemaal in water? En dan denken heel veel mensen van, oh, nou, ik ga over op flessenwater of pak een Bar Le Duc. En als je dan gaat lezen wat daar allemaal in zit en hoeveel droge stof daarin zit, dat is echt schrikbarend. En dat je bijvoorbeeld naar de Lidl gaat om flesjes bronwater te kopen en daar dan op leest dat er aluminium in zit. Ik heb zelfs verpakkingen gezien waar arsenicum in zit. Chloor, fluoride, noem het allemaal maar op. Dan schrik je je helemaal te pletter. Ja. Ja, dan denk ik dat je inderdaad een beter een filtersysteem kan aanschaffen. Ja. Ja. Nou, beste mensen, mochten jullie hier meer interesse in hebben, ik heb er al een uitzending over gemaakt met Karel Thieme. En binnenkort komt Karel Thieme weer terug en dan gaan we er nog verder uitgebreid op in. Want het is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van detoxen. Want je kan wel van alles doen met raw food en met tincturen. Maar wanneer jij jezelf dagelijks vergiftigt met 2 à 3 liter kraanwater. Dan, ja, natuurlijk, het helpt altijd. Wat je ook doet. Alles is beter dan niets doen. Maar voor het complete verhaal is zuiver water toch wel heel erg belangrijk. Is inderdaad belangrijk. En anders, fruitsap kun je inderdaad ook gebruiken. Zelfs in plaats van water. Maar dan hebben we het over vers geperst fruitsap. Ver. Ja, en ver. Niet een pak appelsientje bij de Jumbo. Nee, absoluut niet. Maar het is wel heel belangrijk om te vertellen, want ja, Niet iedereen is thuis in deze materie. Nee, dat is waar. Oké, ga verder. Waar waren we gebleven? Je had het over fruit, wat eigenlijk heel erg belangrijk is. Het achterwege laten van vlees, van zuivelproducten. Ja. Het geleidelijk aan steeds meer dingen te gaan vervangen door rauw voedsel. Wat voor heel veel mensen natuurlijk een enorm omstreden iets is, hè? Rauw voedsel. Is ook, ja. Ik zeg ook altijd, kijk... het hoeft niet voor het leven te zijn, want het is ook heel drastisch. En veel mensen kunnen dit ook niet volhouden. Dus ik zeg ook altijd van, weet je, doe het alleen om iets te helen in je lichaam, wat je echt geheeld wil hebben. Doe het om jouw gezondheid weer terug te krijgen. En ga ermee door tot ver nadat je het bereikt hebt wat je hebt willen bereiken. En daarna kun je altijd nog zien van, goh, het bevalt me. Of ik wil het combineren. Of ik wil weer terug. Maar of je lichaam dat zo fijn vindt, is ten tweede. Ja. Dat is natuurlijk, ja, als je een tijd gewend bent daaraan en je gaat weer terug, dan is dat best wel ook weer eventjes een... best wel even heavy voor je lichaam. Als we het nu hebben over, want ja, ik denk dat we nog wel 2 uren hierover door kunnen praten. En dan kijk ik naar de tijd en dan denk ik, wow, we zijn al bijna een uur bezig. En ik wil mensen ook totaal niet teleurstellen die zoiets hebben van, ja, maar ik wil weten wat ik nu kan doen voor mezelf of voor mijn dierbaren die dat hier in hun auto hebben gekregen. Ja.
Wat ik weet is dat van ja. dat je Van, enige van kans deze is hier, ja. Je enige kans is om flink te ontgiften. Die gifstoffen moeten echt je lichaam uit. Dus wat ik aanbeveel is, ga toch even op een fruitdieet. Want dat is het enige wat je lymfesysteem behoorlijk zal bewegen. Dat die gifstoffen eruit kan krijgen. En nou ja, je wilt in ieder geval dat je nieren filteren. Dus gebruik die nierformules van Dr. Moors. Gebruik de lymfeformules van hem. Het bloed dumpt ook zijn toxische stoffen in de milt. Dus gebruik ook een kruidenformule voor de milt. Een kruidenformule voor de lever is ook heel belangrijk. In ieder geval die vier basiskruiden. Plus de rest wat ik dan opnoemde. Daarnaast, dan heb ik ook nog iets gehoord over dat spijkeiwit, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dus de cellen van gevaccineerden, die produceren een spijkeiwit. Denk je erom dat je het woord niet weer noemt? Oh, oeps. Ja, het gaat zo ongemerkt, hè? Ja. Maar wat daar... noem het maar de geprikten. Ja. Wat daar vermoedelijk tegen helpt, is dennenaaldenthee. Want daar zit suramin in. En dat heeft een remmend effect op stolling. En op de replicatie en modificatie van RNA en DNA. En... Dus dat zou ik ook zeggen van, ja, gebruik dat ook zoveel mogelijk daarnaast. En dan is het ook nog eens een keer heel belangrijk om dat in verse vorm te gaan gebruiken. En niet om gedroogde dennennaalden om daar thee van te gaan zetten. Want het schijnt dat dat gewoon niet werkt, is wat ik begrepen heb. Dus wel vers en let wel. Je moet wel weten welke... boom jij de dennennaalden van afhaalt. Want als je dat van de taxis gaat doen of zo, dan gebeuren er hele andere dingen met je. Je moet wel echt dennennaalden uit het bos van een boom gaan halen, zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel heel belangrijk om te weten. Ja. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over vitaminen en mineralen, wat kun je daarover vertellen? Vitamine en mineralen. Zal ik een stukje voorlezen uit mijn boek? Ja, dat is goed. Ja? Want ik weet bijvoorbeeld dat er een aantal vitamine en mineralen aanbevolen worden bij het detoxen van dit hier in je arm. Ja. Weet je, het is... vitamine en mineralen zijn natuurlijk sowieso heel belangrijk. Maar er is nog iets dat eigenlijk ook in gedachten gehouden moet worden. En dat zijn de basisprocessen van het lichaam. En daar wil ik graag eventjes iets over voorlezen. Moet eventjes mijn bladzij zoeken, hoor. Nou, zoek jij even je bladzij. Ja. Heb je hem gevonden? Nee, ik heb hem gevonden. Het is één bladzij. Oké, okay. Nou, dan gaan we. Daar gaan we. Sinds het begin der tijden at de mens hoofdzakelijk vers natuurlijk voedsel wat niet bewerkt was. De voedingswaarde van voedsel neemt sterk af wanneer het bewerkt wordt. Het intensief fokken van dieren, het manipuleren van de productie van gewassen en het bewerken van voedsel heeft de kwalitatieve en kwantitatieve balans van voedingsstoffen van voedsel dat geconsumeerd wordt door de westerse wereld veranderd. Deze verandering is waarschijnlijk een van de redenen dat chronische, slopende ziekten onbeheersbaar zijn in onze moderne cultuur. Modern onderzoek geeft aan dat door gewoon een synthetische multivitamine of mineralenformule te nemen, dit niet verandert.
Onderzoek rondom de hele wereld beweert dat vitaminen in hun natuurlijke gebalanceerde staat essentieel zijn voor een betere absorptie, synergetische werking en maximaal biologisch effect. En toch kopen de meeste consumenten vitaminen en mineralen die synthetisch zijn en die hun lichaam doorgaans niet goed kan verwerken. De Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschap, Voeding en Voedingsstoffen raadt aan dat mensen beter een gevarieerd dieet kunnen nuttigen om in hun dagelijkse voedingsbehoeften te voorzien, dan dit via vitaminen en mineralen supplementen proberen te bereiken. Vitaminen en mineralen supplementen kunnen niet alle andere voedingsstoffen geven die het lichaam wel krijgt door een goed gebalanceerd dieet. Mensen focussen op dit moment heel erg op de chemie van voedsel, vooral vitamine en mineralen, terwijl ze andere eigenschappen, zoals astringerende eigenschappen, dat zijn dus trekkende eigenschappen die dus zuren uit je lichaam trekken als het ware, antioxidatieve eigenschappen en soortgelijke eigenschappen negeren. Zelfs nog minder denken ze aan de energie van voedsel, wat een reflectie is van de totale chemie van voedsel. Supplementen genezen nooit. De kracht, dus energie, van individuele bestanddelen kunnen nooit gelijk zijn aan het voedsel in zijn geheel. In de natuur werken alle dingen samen. En met precisie. Wanneer je de voedingsstoffen, oftewel nutriënten, in voedsel scheidt en alleen bepaalde bestanddelen ervan neemt, dan mis je de synergetische eigenschappen van het geheel. Dit veroorzaakt een verlies van een goede benutting. Calcium bijvoorbeeld heeft fosfor, magnesium en de flavonidecomplexen enzovoort nodig om goed benut te kunnen worden. Als je alleen calciumtabletten neemt, kun je die synergetische werking niet krijgen. Wanneer je calcium van de natuur krijgt door rauwvoedsel te eten, krijg je de hele deal. Dan krijg je alle bestanddelen die je lichaam nodig heeft en herkent. We kunnen gewoon niet concurreren met de natuur. Supplementen zijn isolaten en creëren een tegenstrijdige chemie in je lichaam. Wanneer je chemie isoleert, is het niet meer in zijn natuurlijke vorm. Te veel magnesium duwt calcium en fosfor uit de cellen. Magnesium en calcium moeten in balans zijn. Te veel calcium of magnesium trekt fosfor uit de cellen. En dit is het probleem met calciumtabletten. Het isoleert chemie. Als je voldoende fruit en groenten eet, krijg je genoeg binnen van alles dat je nodig hebt. Fruit en groenten hebben de goede ratio. Welke is krachtiger, denk je? De druiven of de calcium, ijzer en al het andere dat je uit de druiven haalt? Als je de chemie uit zo'n druif haalt, is dat hetzelfde als dat je het zou koken. Je vernietigt het magnetisme, de astringerende kracht en het bewustzijn. Je hebt dan een handvol isolaten en een bewustzijn op een zeer laag level, wat dus absoluut niet zal helpen je eigen bewustzijn op een hoger level te brengen. Wauw, ik denk dat er nu heel veel mensen achter hun oren gaan zitten te krabben van, oh mijn god, want het klinkt zo logisch in mijn oren en ergens weet ik het ook wel, maar ook ik heb mijn aanrichtkastje vol staan met voedingssupplementen. Ik weet dat heel veel mensen heel veel voedingssupplementen slikken. Als dat eigenlijk een verstorende werking heeft op je lichaam, in plaats van dat je er baat bij hebt, dan zijn we dus eigenlijk wat dat betreft heel erg verkeerd bezig. Maar als ik nu denk aan rauw voedsel, hey, jij zegt van nou ja, je kan het ook wel gaan stomen, want ik zie mijzelf geen rauwe sperziebonen eten. Ik zie mijzelf ook geen rauwe boerenkool eten, ja, in de smoothie. Doe ik af en toe rauwe boerenkool. Maar als je daar gewoon een portie rauwe boerenkool moet gaan opeten, nou, ik denk dat je een halve dag aan het kouwen bent voordat je weg hebt. En een rauwe sperzieboon, nou, die krijg je echt niet weg, volgens mij. Dus ik was ook eerlijk gezegd van plan om nog een rauwvoed receptenboek te maken. Maar dat is ook nog niet echt helemaal tot uiting gekomen, zeg maar. Dus er zijn heel veel recepten ook te vinden op internet. Mensen denken ook vaak, ja, hoe moet ik nou rauwvoed gaan eten? Maar als je ziet wat er allemaal van gemaakt wordt, is eigenlijk onvoorstelbaar. En het kan echt heel lekker zijn.
Geloof ik ook wel, want als ik alleen al kijk naar hoe ik eet, ik kan gewoon geen gluten verdragen, dus ik eet glutenvrij, ik eet biologisch, ik eet vegetarisch, het grotendeels veganistisch, maar dat lukt me gewoon niet altijd helemaal. Het liefst gistvrij, dus dat zijn allemaal al dingen waar ik rekening mee houd. Maar ja, fruit eet ik sowieso ook elke dag. En ik doe ook mijn best om elke dag ook ja, wat rauwe groenten te eten. Salade te eten naast het andere wat ik eet. Maar er is nog heel veel wat ik daar nog in zou kunnen verbeteren. Maar ja, ik denk dat ook heel veel mensen zoiets hebben van ja, hallo. Maar we mogen al zoveel niet meer. En nou, als ik naar mezelf kijk. Ik drink niet, ik gebruik geen drugs, ik gebruik geen medicatie, ik drink één bakje koffie op een dag. Je moet ook wel een beetje plezier in het leven blijven houden, want daar hadden we het voor de uitzending ook over. Die mindset is ook gewoon ontzettend belangrijk voor jouw hele lichamelijke gesteldheid natuurlijk. Is ook zo, dat doet ontzettend veel. Ja, het is ook heel belangrijk en ik denk ook, dat als je echt ongelukkig ervan wordt en zeg maar met tegenzin dingen gaat eten, dat gaat natuurlijk ook niet echt werken, want dan stop je ook die energie in dat voedsel en krijg je dat ook weer op die manier binnen. Dus ik denk ook zelf dat er een balans moet zijn in alles. En dat het is ook een heel proces. Het is ook een pad dat je bewandelt. En het gaat ook niet van de een op de andere dag. En je moet je er inderdaad ook wel happy bij voelen. En zoveel mogelijk andere dingen doen die jou gelukkig maken. En want je emoties zijn natuurlijk ook super belangrijk. Ja. Het heeft allemaal invloed ook op je lichaam. Ja. Alles hangt samen. Ik weet gewoon dat er heel veel mensen nu zitten te wachten op een quick fix van jou. Zo van, nou Monica, zeg even welke potjes pillen ik morgen moet kopen. Want dan kan ik heel snel mijn dierbaren laten detoxen van datgene wat in hun arm is gestoken. Ja, ik snap het. Iedereen wil een quick fix, maar die is er gewoon niet. Die is er niet. Nee. Die is er niet. Er is geen quick fix. Er is geen pilletje dat je kan nemen dat even alles wegneemt. Elke verandering, elke stap vooruit is er weer één natuurlijk. Maar als ik had hem jou ook gestuurd. Als we het bijvoorbeeld hebben over het lijstje, wat ik ook gepost heb, waarvan gezegd wordt dat dat echt het een en ander zou doen. Dan hebben we het over glutathion. Dan hebben we het over N-acetylcysteïne. Hebben we het over zink. Hebben we het over quercetine. Vitamine D3. Maria distel. Melatonine. Zeoliet. En dan hebben we nog astaxanthin. Nou, dat is een lijstje wat ik heb doorgestuurd gekregen van iemand die zegt van, nou, als je dat gaat nemen, dan ben je echt al goed op weg om te detoxen. Maar jij denkt daar dus anders over. Ja, ik denk er wel iets anders over. Ik zou zeggen van, nou ja, goed. Als jij... ik zou gewoon zeggen van... is het natuurlijk? Waarom niet? Neem het gewoon. Dan kun je het er gewoon bij nemen. Nou, tenminste, zou mijn advies zijn. Ja. Maar is het synthetisch? Dan zou het niet mijn advies zijn. En ik denk dat bijna al die pillen, die ik zelf ook neem, dat het bijna allemaal synthetisch is. Dan staat er bijvoorbeeld wel op hoge biologische opneembaarheid. Ja, het zal allemaal. Ze kunnen van alles en nog wat erop zetten. Maar wie zegt dat het zo is? Want daar komt er ook nog eens een keertje bij. Heel veel mensen hollen bijvoorbeeld naar Holland en Barrett om hun voedingssupplementen te halen. Let wel, beste mensen, Holland en Barrett is van de deep state. Dus die is van de farmaceutische industrie. En denk nou niet dat de spullen die je daar gaat kopen, dat die iets gaan bijdragen aan je gezondheid. Ben ik zelf ook nog niet heel erg lang achter hoor. Maar ik ben bang dat heel veel van alle producenten van voedingssupplementen allemaal in handen zijn van de farmaceutische industrie. Dus wat ga je dan slikken?
Ja, daar zou ik ook niet van staan te kijken. Ja. Ik zou ook zoveel mogelijk kijken naar natuurlijke dingen en kruiden. Ja. Dus Want alles. de farmaceutische industrie is er niet op uit om ons beter te maken, hè, mensen? Dat Nee. weten we allemaal. Dus denk dan niet dat als je zo'n potje vitamine D3 haalt bij Holland & Barrett, dat je daar gezond van gaat worden. Maar als we het nu bijvoorbeeld hebben over fruit, hè? Ik denk dat heel veel mensen meer kunnen nog met een fruitdieet dan met vele rauwe groenten. We hebben het over groenten, we hebben het over fruit, maar ik heb je nog niet gehoord over noten, pitten en zaden. Ja, nou dat is, het is geen detoxvoedsel. Dus als je echt wil detoxen, dan zou ik dat niet aanraden. Als je gewoon op een rauw dieet bent, dan is af en toe wat noten en zaden is niet zo erg. Maar je zit ook met, er zitten ook proteïne en vetten in. Dus op zich is het. Het is niet echt noodzakelijk, zal ik het zo zeggen. En teveel kan zelfs ook weer verzuring creëren in je lichaam. Dus Want dat ja. is eigenlijk toch wel de bron van heel veel ziektes, hè? Het verzuren van ons lichaam. Ja, klopt. Door witmeelproducten en met name ook heel veel door suiker. Ja. Frisdranken, nou, sowieso junkfood natuurlijk. Maar als we het nu hebben over fruit, hè, waar zou je dan mee kunnen beginnen? Wat adviseer jij om mee te beginnen als fruitsoorten? Als je nou er zijn mensen die eten nooit fruit. Ja. Dus als je dan wil gaan detoxen, is wel een enorme stap. En zo, Met welke fruitsoorten adviseer je om dan te gaan beginnen? Is het dan belangrijk om een appel en een banaan te eten? Of, ik zou gewoon beginnen met wat je kunt verdragen. Want het is namelijk wel zo dat het rode fruit, dus bijvoorbeeld de watermeloenen, de echte donkere druiven, de citroenen, het citrusfruit, dat zijn echt wel hele krachtige ontgifters. Dus als je dat gaat doen, verwacht dan wel dat je ook wel wat symptomen zou kunnen verwachten. Hè? Dus dat gaat je lymfesysteem heel snel bewegen. Als je wat dieper wil gaan in je ontgifting, dan natuurlijk. Ga daarvoor. Maar als je het langzaam wil opbouwen, dan zou ik eerst een beetje beginnen met misschien het zoetere fruit, dan bananen en peren, appels, ja, noem maar op. Abrikozen, aardbeien, kersen. Weet je, Ja, alles wat jouw lichaam kan verdragen en waar je zin in hebt. Eet het zoveel je wil. Het gaat vanzelf. want los van dat je ervan detoxt, is het gezond om bijvoorbeeld alleen maar op fruit te gaan leven? Ja, op zich wel, want eigenlijk zijn wij een fruitetende soort, heb ik uitgevonden. Wij zijn, nou ja, er is een dokter Walker geweest. Dat is een antropoloog uit Amerika. En die had uitgevonden, of ja, door zijn onderzoek naar fossiele tanden van, ik geloof, 12 miljoen jaar geleden of zo, dat de mens dus van origine een fruitetende soort is. En zelfs National Geographic die heeft het ook toegegeven dat de mens een tropische soort is. En ook ons darmkanaal en onze tanden en ja, dat komt dus het meest overeen met dat van de apen. En de apen zijn fruitariërs. Wij zijn eigenlijk 97% hetzelfde als van de apen, ons fysiologisch en anatomisch gestel, zeg maar. Dus wij komen echt het meest overeen met hun. En wij zitten het verst weg van de vleesetende soort. We zijn zelfs geen omnivoren. We zijn zelfs geen planteneters. Als je kijkt naar hoe een planteneter er anatomisch uitziet, dan met een aantal magen en ja,
Het is heel anders en ook de tanden. En als je het allemaal vergelijkt met elkaar, dan komen wij het dichtst bij de apen. Ja, ja. En, maar heel veel mannen die roepen van ja, maar wij zijn echte vleeseters. En het is gewoon bullshit verhaal. Het staat zelfs in de Bijbel dat God heeft de planten en dergelijke geschapen om voor ons tot voedsel te dienen. Er staat zelfs, ik ben niet een religieus iemand, maar mijn adoptieopa heeft mij dat zelf verteld. Van, ja, het staat in de Bijbel, Inge, want ik ben mijn hele leven al zo'n beetje vegetariër. Maar de meeste mannen roepen van ja, maar ja, wij zijn echte vleeseters. Dat hebben wij nodig. Dat hebben we nodig voor onze spieropbouw. Dat hebben we nodig voor testosteron. Nou, je wil niet weten wat je allemaal binnenkrijgt als je vlees eet. En zeker wanneer jij geen biologisch vlees eet. Ik bedoel, je pompt je lichaam vol met gifstoffen en hormonen. Is hartstikke slecht om het dan nog maar niet te hebben over de energieën die jij binnenkrijgt van de geslachte dieren. Want dat neem jij wel mee. Ja, dat heb ik ook. Heb ik ook inderdaad in mijn boek een stukje over. Ja. En zelfs ook van dat stukje uit de Bijbel staat zelfs ook in mijn boek. Die quote. Oh, echt? Toevallig. Oh, ja. Ja. Oh, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Ik zie inmiddels, want we zijn zo in gesprek dat ik helemaal niet op de comments heb gelet. Anja Windhagen vraagt, is er een periode, een bepaalde tijd dat je het beste kunt detoxen in een bepaald seizoen? Want ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die zoiets hebben van, ja, mijn hele levenswijze veranderen. Ik wil best wel een detoxkuur doen in een bepaald seizoen, maar om nu alleen nog maar groente en fruit te gaan eten, dat zie ik niet zitten. Nou ja, waar we het net al over hadden, het moet niet de kwestie zijn van dat dit mensen zo afschrikt dat ze gewoon bij hun oude voedingspatroon blijven. Want alles wat je verandert is natuurlijk al een verbetering. Dat is ook zo, ja. Dus is er een bepaald seizoen waarin je het beste kunt detoxen of is dat ook gewoon je reinste bullshit? Nee, het is wel makkelijker om bijvoorbeeld in de zomer te gaan detoxen. Ja. Dat heb ik zelf ook even ondervonden. Ja, in de winter is het gewoon heel moeilijk, want dan heb je ook gewoon meer zin in warme dingen. Dus het is voor ons is het wel makkelijker om in de lente en de zomer dit te gaan doen, maar... Want ik zit nu net te denken, hè. Kijk, het lichaam, als we het hebben over virussen. Een virus is het reinigingsmechanisme van de cellen. Wanneer worden mensen ziek van virussen? Dat is heel vaak in het voorjaar en in het najaar. Omdat het lichaam zich dan gaat ontdoen van alle... Ja, niet alle, maar van een groot deel van de opgedane gifstoffen wat schadelijk is voor jou. Is het dan niet juist belangrijk om in die periode van het jaar te gaan detoxen, in het voorjaar en in het najaar? Ja, nou, het is dus zo kou is eigenlijk alkalisch en doordat... En alles wat eigenlijk alkalisch is, want fruit is ook alkalisch en daardoor krijg je ontgiftingssymptomen. Daardoor kan je dus verkoudheid krijgen en koorts en noem maar op. En eigenlijk is dat hetzelfde met kou. Ja, kou is ook alkalisch en dan denken mensen dat ze iets opdoen, terwijl dat eigenlijk gewoon een reinigingsmechanisme is van het lichaam, doordat er alkalisatie eigenlijk plaatsvindt, als het ware. Dus wat dat betreft, het is niet echt een, ik denk niet echt een periode dat, ik denk dat je gewoon moet luisteren naar je lichaam. Heb jij die bepaalde symptomen, dan weet je van, oh, mijn lichaam moet bepaalde gifstoffen kwijt en daardoor ervaar ik dit. Dus ik kan het een handje helpen door mijn lichaam te gaan ontgiften. Even nog naar de comments. José zegt, ik heb eind april een stek gekregen van een plant. Vorige week vroeg ik aan de stek of hij wilde gaan groeien en blaadjes erbij.
De volgende dag zag ik een piepklein begin van een nieuw blaadje. Zo gaaf, het werkt echt. Ja, het werkt echt wow. Absoluut. Nou ja, die vraag is beantwoord over in bepaalde seizoenen. Ans van Nistelrooy zegt, in veel vegetarische, veganistische producten zit heel veel suiker. Ja, wees daar heel erg bewust van. En daarnaast bestaan heel veel vleesvervangers uit soja. Nou, als er iets slecht is voor je lichaam, dan is het soja. Leefbewust heeft daar ook net een heel artikel over gepost, over hoe giftig eigenlijk soja is. En sowieso in alle dieetproducten zitten heel veel slechte vetten en afgrijzelijk veel suiker. Omdat het bepaalde, zoals bij glutenvrije producten, moet het de gluten vervangen die voor een bepaalde structuur in het voedsel zorgt, maar ook voor een bepaalde smaak. Dus ter compensatie van die stoffen die er dan niet in zitten, worden er heel veel slechte vetten en stampvol suiker worden ze gepompt. Ja. Dus ja, dan is het van de regen in een drup. Of nee, anders nog, van de regen in een stortbui. Michel Kampman zegt, hoe zit het met wokken? Het wokken van groenten. Jij hebt het over stomen, maar hoe is het over wokken? Ja, het is eigenlijk het beste om niet te veel oliën te gebruiken. Je kan het wel doen. Het is natuurlijk, als je je groenten wokt, het is beter dan frituren. Maar te veel olie zou ik ook weer niet gebruiken. Want ik heb gehoord dat dat ook weer leverspasmen kan veroorzaken. En als we het nu hebben over olie die je zou kunnen gebruiken om te wokken. Ja, dat is het eerste wat in mij opkomt. Is onbewerkte, koud geperste, biologische, in glas verpakte kokosolie. Kokosolie, ja. Dat zou ik ook doen, inderdaad. Ja. En daar wil ik nog wel even iets bij zeggen. Heel veel kokosolie, want ik heb er heel veel zelf ook onderzoek naar gedaan. Monique van de Vloed, ik weet niet of de naam je iets zegt, daar lees ik ook heel veel van, die is ook heel erg bezig met voeding, heeft ook heel veel onderzoek gedaan naar kokosolie. En bijna alle kokosolie, ook waarvan gezegd wordt van ja, het is biologisch en het zit in een glazen pot, maar als het niet koud geperst is, als het niet onbewerkt is, dan zitten daar niet meer de stoffen in waar jouw lichaam op gedijt. En daar kan ik wel twee namen noemen, dat is Royal Green, is een goede kokosolie en de witte parel. En voor de rest, ga geen potje biologische kokosolie bij de Aldi halen, want het is troep. En helemaal de kokosolie die in plastic verpakt zit. Alsjeblieft mensen, doe dat niet. Want ook dan kom je weer van de regen in een stortbui. Dat is mijn nieuwe uitdrukking geworden. Mijn gevoel zegt, ik at heel graag fruit, maar helaas, ik kan er niet meer tegen, omdat het zo enorm bespoten is. Ja, dat kan. Ze zegt, als ik nu tegenwoordig een kiwi eet, krijg ik gigantische jeuk in mijn mond. Ik probeer wel gezond te eten, groenten en vegetarisch vlees. Nou, dat is waar we het net over hebben. Heel veel vegetarisch vlees zitten allemaal stoffen in die niet goed voor je zijn. En als je het hebt over bespoten groenten, ja, dan zou ik echt kiezen voor biologisch. En ik denk dat je er beter wat meer geld uit kan geven aan biologisch voedsel op de markt, dan dat je een hele zak appels bij de Jumbo haalt, waarvan meestal ook nog het grootste gedeelte ligt weg te rotten in de koelkast bij de meeste mensen. Dus wat ik zelf doe, ik ga elke vrijdag naar de markt, naar de biologische kraam. En dan haal ik echt voor de hele week haal ik daar mijn groenten en fruit. En dan zorg ik ook dat het opkomt. Ik weet precies wat ik haal. En ik weet ook dat ik dat allemaal op ga eten. Dus ja, dan lijkt het misschien wel duur. Maar ja, ik denk dat je beter wat minder kan eten en hele goede dingen, dan jezelf volstoppen met bagger. Toch? Ja, inderdaad. Nou is er ook nog wel een dingetje dat je kan gebruiken als je bespoten fruit hebt. Als je echt geen andere keuze hebt. En dat is zo'n veggie wash. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Nee. Dan kun je dus, dan kun je gewoon water in een bak doen met appelazijn en baking soda en citroensap. Ja. En je doet je fruit erin en dan komt echt al dat troep komt eraf. Ja.
Gewoon even dat ook mogelijk is met kangenwater, heb ik gehoord. Nou ja, nou is dat principe zo verschrikkelijk duur van kangenwater, dat is bijna voor niemand te betalen. Maar het schijnt dat je kangenwater, dat apparaat, op een bepaalde manier in kan stellen om je fruit mee te wassen. En dan hebben ze dat ook in een video laten ze dat zien, wat voor smerige drap eraf komt. Maar ik doe dat dus ook met appelsiedrazijn en baking soda in lauwwarm water. En daar was ik dan, als ik niks anders heb, was ik het daar dus ook mee. Ja. Marit Hennie zegt, heel veel Nederlanders hebben een B12 tekort. Hoe krijg je dit binnen als je alle dierlijke producten laat staan? Vind ik wel een hele goede vraag, Marit. Goeie vraag. Ja, dat is ook een dingetje inderdaad. Dat wordt heel vaak gevraagd. B12, ja, dokter Moore zegt altijd, als je je bijnieren gezond maakt en je eet en je rauwvoed dieet, dan heb je ook geen tekort aan B12. En dat geldt eigenlijk voor alle vitamine en mineralen, want de bijnieren die produceren steroïden. En die benutten dus vitamine en mineralen. En als die zwak zijn, dan kan het ook niet benut worden. Nee. Dus het ding is gewoon, maak je bijnieren gezond en dan heb je daar ook geen problemen meer mee. Want dokter Moors heeft heel veel veganisten en vegetarische in zijn kliniek gekregen en die hadden helemaal geen probleem met B12. Dus eigenlijk is dat ook een beetje een mythe, zeg maar. Ja, want ik weet ook dat wanneer jouw hele darmflora verstoord is, dan kan je bijvoorbeeld ook potten vol met probiotica gaan opeten. Maar dan wordt het gewoon dure shit. Want je poept gewoon eigenlijk alles uit. Het wordt gewoon helemaal niet opgenomen in het systeem. Michel Kampman zegt, maar sommige rauwe groenten zijn toch giftig? Of is dat een broodje aap verhaal? Ik dacht bijvoorbeeld aan spersiebonen en courgette. Courgette, die kun je gewoon rauw eten. Dat ik weet, niet giftig. Spersiebonen, dus dat is een broodje aap verhaal. Spersiebonen heb ik zelf nog nooit rauw gegeten, maar volgens mij lijkt me ook kan dat wel. Nee, lijkt me geen feestje om een rauwe spersiebonen te eten. Nee, lijkt me ook niet zo lekker, maar... José van Nispe zegt, 80% van alle ziektes zijn psychosomatisch. Wat zeg je daarop? Er zijn inderdaad... ik weet dat inderdaad heel veel veroorzaakt wordt door emoties en gedachten. Dat kan en trauma's, jeugdtrauma's. Ja, mijn gedachte is dat toch 99% van de ziekte komt door verzuring in je lichaam. Door een verstopt lymfesysteem. Tenminste, dat heb ik geleerd van mijn mentor, dokter Moors, zeg maar. Nogmaals, ik vind wel dat ook allemaal invloed heeft. Maar ik denk zelf dat de grootste invloed toch is wat je allemaal binnenkrijgt in je lichaam via ook zelfs straling. Via je voeding, je huid, wat je op je huid smeert. Ja. Medicatie. Ja, medicatie. Er komt zoveel je fysieke lichaam binnen. Ja, want jij noemt nu net wat je op je huid smeert. Daar staan ook heel veel mensen niet bij stil. Wat vrouwen aan make-up gebruiken. Ik heb nu ook make-up op. En dat is ook geen biologische. Dat is ook gewoon goedkoper van het kruidvat. Maar zodra de uitzending afgelopen is, haal ik het er wel meteen af. Ja. Alles wat je op je huid smeert, je huid is het grootste orgaan eigenlijk van je lichaam. Ja. En alles wordt daardoor wel opgenomen. En dan hadden we het bijvoorbeeld net over kokosolie. Ik gebruik heel veel dingen inmiddels niet meer. En dan hebben we het over deodorant. Wat ontzettend belangrijk is, dat je dat gaat vervangen door
een deodorant waar geen aluminium in zit, wat borstkanker veroorzaakt, onder andere. Maar ook shampoos, crèmespoeling, dagcrème, make-up, body lotion, deodorant, intiemsprays bij vrouwen. Oh, help, help, help. En dan hebben we het nog niet eens over babyproducten. Heel veel mensen denken van, oh, maar dan ga ik maar Zwitsal kopen. Want ja, voor een baby, dan moet het toch wel goed zijn. Beste mensen, jullie willen niet weten wat er allemaal in babyproducten zit en hoe schadelijk dat is. Dus, heel veel mensen gaan onder de douche en zepen zich helemaal in van onder tot boven. Of gaan in een bad liggen weken, een half uur met een halve liter badschuim erin. Dat neemt je systeem allemaal op. En het is helemaal niet nodig om schoon te zijn. Ik gebruik die troep allemaal niet meer onder de douche. Ja, ik heb mijn haar geverfd. Is ook hartstikke chemisch, weet ik. Is ook hartstikke slecht. Maar wat je kan laten, laat dat. En we hadden het net over kokosolie. En dat is natuurlijk een enorm goed huidverzorgingsproduct. Ja, inderdaad. Ik gebruik het zelf ook. Ja. Eigenlijk het enige wat ik gebruik voor mijn huid. Ja, ja, is ook heel goed voor je haar. Als je last hebt van droog haar bijvoorbeeld, is kokosolie ook heel goed voor. Je kan het als bodylotion gebruiken. Het is ook op een bepaalde manier enigszins antibacterieel en antischimmel. Dus het is ook heel goed om je voeten bijvoorbeeld mee in te smeren. Als je last hebt van zwemmerseczeem, van kokosolie in combinatie met bijvoorbeeld, en dan zeg ik er wel bij, biologisch maïszetmeel en natriumbicarbonaat, oftewel baking soda en een paar druppeltjes etherische olie, kun je een perfecte deodorant maken die super goed werkt. Ik heb nog nooit zo'n goede deodorant gehad. En ook nog eens een keer volkomen onschadelijk is. Dus dat zijn ook al allemaal dingen die je kan doen als we het hebben over detoxen. Nou, voorkom dat er heel veel onnodige troep je lichaam binnenkomt. Inderdaad, ja. Ja, maar je staat er eigenlijk niet bij stil. Nee, want er allemaal in alles. Ja, ja. En zelfs wat je gebruikt in de wc of zo, een luchtverfrisser of je ademt het allemaal in. Ja, wat te denken van parfum. Ja. Lekker even of met je Axe-spray, de mannen en de hele huis stinkt naar Axe, maar dat adem je allemaal in. Ja. Wasmiddel, ook zoiets. Je hele kleding zit ermee vol. Wasverzachter is ook echt verschrikkelijk, ook heel slecht voor het milieu. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan, wat er allemaal slecht is. Maar ja, wat je kan laten, laat dat, denk ik dan bij mezelf. Gerry zegt, ik vervang gewone kaas door geitenkaas, maar heb nog steeds huidklachten. Soms denk ik wel eens dat het geen verschil maakt of zou het toch werken. Nou, wat zeg jij daarover? Want geitenkaas is ook gewoon zuivel. Ze zeggen geitenkaas is ook zuivel, inderdaad. Ja. Zuivel is eigenlijk het ergste wat je kunt eten. Het is zelfs nog erger dan vlees. Waarom? Omdat het zo ontzettend veel slijm veroorzaakt in je lichaam. En je lymfesysteem daar echt verstopt door raakt. Dus dat, ik zou het wel afraden. Ik heb zelf, om een beetje af te bouwen, heb ik wel veganistische kaas gebruikt. Het is ook niet je van het, maar ik denk dat je dat dan altijd nog iets beter kan doen dan gewone kaas. Ja, en ik denk dat hier in Nederland, met ons als kaaskoppen, en zeker hier in Friesland, waar ik woon, een leven zonder kaas. Nou, sommige mensen denken dat ze doodgaan als ze stoppen met kaas eten. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel een kaaskop. Ik heb vroeger ook enorm veel kaas gegeten. Dat doe ik nu ook niet meer, maar heel af en toe toch nog een plakje kaas. Oh, het is toch wel heel erg lekker, hoor. Ja. Maar Lies Broeren zegt, is het beter om rauwe groenten te blenderen? Het is inderdaad beter om ze te juicen. Want ook wij kunnen ze eigenlijk niet goed verteren. Ons darmkanaal is daar ook niet echt voor gemaakt. Dus het beste is eigenlijk om je fruit te eten en je groenten te juicen. Oké. En dan hebben we het waarschijnlijk over een slow juicer. Want ik heb ook verhalen gelezen over, als je het in een gewone juicer doet, dat het toch op een bepaalde manier zo verhit wordt door de snelheid waarmee dat apparaat werkt,
dat daardoor heel veel voedingsstoffen kapot gaan. Dus dat je het met een slow juicer moet doen. En die zijn behoorlijk duur. Ja, die zijn wel duur. Maar ja, ik denk ook van je kan maar doen wat je kan doen. In het begin heb ik het ook geblend met een beetje water. En dan deed ik het door een zeef. En dan had je ook je sapje. Ja. Ja. Marij zegt, dankjewel voor je uitleg, zeer interessant. Ik kan niet begrijpen waarom dit niet al jaren terug naar buiten is gekomen. Kun je daarop reageren? Ik denk dat je dan dat we dan terug moeten gaan naar het verhaal van de Rockefellers. Dan in 1900, dat de wet doorkwam dat alleen de allopathie onderwezen mocht worden op medische scholen. En dat eigenlijk de natuurgeneeswijze, dat de kop in werd gedrukt en dat dat als kwakzalverij werd gezien. En artsen worden alleen maar op deze manier opgeleid. Ze leren niet over voeding of over het ontgiften van het lichaam of zelfs niet over het lymfesysteem, hoe dat precies allemaal werkt, hoe je je lichaam helemaal gezond kan krijgen. Want er wordt door hun wordt er gefocust op het bloedvatenstelsel. Terwijl dat 1/3 is eigenlijk van je van het geheel. Het lymfesysteem is 3 keer zo groot. En daar wordt niet naar gekeken. Dat is sinds de Big Pharma in de picture kwam, is dat ook helemaal genegeerd, zeg maar. Ja, ja. Dus nou ja, ja. We weten het antwoord eigenlijk wel, hè? Waarom dit niet naar buiten komt. Waarom wordt er ook niks gezegd over schoon water? Dat komt nu ook mondjesmaat naar buiten. Waarom wordt er niks gezegd bijvoorbeeld over zout? Hoe belangrijk zout voor je lichaam is. Maar dan hebben we het niet over keukenzout, want dat is eigenlijk puur gif. Ja. Staan mensen ook helemaal niet bij stil dat als je zout gebruikt, dat je Celtic zeezout moet gebruiken of Himalaya zout. En dat je dat ook niet mee moet koken, want dan gaan ook alle belangrijke stoffen daarvan kapot. Er komen toch nog wel wat vragen over die dennennaalden. Michel zegt, ja, je kunt er toch op kauwen. Bijvoorbeeld twee naaldjes gewoon in je mond doen en daar gewoon op kauwen. Wat is de beste manier? Want Gerry zegt, is dat dan toch echt dat van die dennennaalden thee? En moet je die lang koken? Gerard Mulder vraagt, de grove den. En dan zijn er ook nog heel veel vragen van mensen die allemaal zeggen, welk fruit, wat voor soorten fruit moeten we eten? Nou, eerlijk gezegd, van de dennennaalden thee heb ik niet heel veel verstand. Of ja, de dennennaalden. Ik zelf heb er gewoon thee van gezet en heb het 5 of 10 minuten of zo laten trekken en that's it. En voor de rest weet ik er eigenlijk niet veel van. Ik heb het ook is op internet wel het een en ander over te vinden, hoor mensen. Daar kun je wel het een en ander over googlen. Op YouTube staan er ook wel filmpjes over. Ja. Even zien hoor. En qua fruit. Het is gewoon zo. Het fruit waar het meeste sap in zit, dat ontgift jou ook het meest. Nou ja, dan heb je het al over een meloen. Ja. Ja. Lieve zegt, vind ik wel heel mooi, ze zegt het is echt waar over fruit en groenten. Ik was een maand in Spanje om te werken in een asiel en ik leefde alleen maar op fruit en groenten. En ik heb steeds in de zon gewerkt bij 40 graden en ik heb me nog nooit zo fit gevoeld. Nou, kun je dus nagaan hè, wat het doet. Ja. En Edwin Steenwijk zegt, velen beseffen niet wat slechte voeding doet met onze gezondheid tot men zo ziek wordt en dan wel iets moet doen. Ja, dat is heel vaak het geval, hè? Ja. De put dempen als het kalf verdronken is. Nog een mooie vraag van Guusje ten Veen. Die zegt, als je medicijnen moet slikken, kun je dan ook detoxen? Jawel. Ja hoor, dat heeft er... Dat heeft daar geen invloed op. Je kunt zelfs ook die kruidentincturen gewoon gebruiken bij medicijnen. Dus dat is geen probleem. Lieve vraag nog maar, zijn fruit en groenten dan wel zuiver? Ze zijn toch allemaal gemanipuleerd? Ja, dat is wat ik zo straks ook zei. We weten gewoon eigenlijk helemaal niet meer wat we eten. Ja. De zaden die biologische boeren gebruiken, ja, daarvan wordt gezegd dat ze biologisch zijn. Maar hoe weten we
waar het vandaan komt, of het daar toch niet op een of andere manier bestraald is, of dat het toch niet biologisch is. Dat, ja, wat weten we überhaupt nog zeker in dit leven? En dan denk ik van ja, wat ik zo straks ook al zei, dan wordt het kiezen uit twee kwaden en kies dan de minst kwade. Dus ga dan echt voor biologische groenten en fruit, gewoon rechtstreeks van de boer. Ja. Wat grotere markten hebben ook vaak echt biologische kramen, wat van de plaatselijke boer komt, zeg maar. Ja, en Gerry zegt nog beter gewoon druiven eten dan een wijntje drinken. Die ja. Ja, dat is absoluut waar. Nou ja, misschien ook een combinatie. Af en toe een slokje wijn, ja. Ik denk dat Monica gaat zeggen van, is niet gezond. Maar ja. Ja, en Ans van Nistelrooy zegt, er is te veel veranderd qua voeding. Druiven nu zonder pitten. Ja, mandarijntjes zonder pitten. Ja. Weet je, alles is tegenwoordig zonder pitten. Compleet doorgestraalde voeding. Allemaal gemanipuleerd. Het eind is zoek. En ja, zij vraagt van, suppletie kan dan toch ondersteunend werken? Want dat wou ik jou ook nog vragen. Wat als dus de stoffen niet meer in het voedsel zitten zoals het erin hoort te zitten? En dat is al lang aangetoond. Als je kijkt naar een paprika 40 jaar geleden en een paprika nu, dan zit daar misschien nog 10%, als je mazzel hebt, aan voedingsstoffen in van wat er 40 jaar terug in zat. Ja, dus dan zou je wel enorme fruitmanden leeg moeten gaan eten om aan de juiste voedingsstoffen te komen. Hoe zie jij dat? Nou, ik zou zeggen, als je echt twijfelt over de voedingsstoffen die je binnenkrijgt, neem dan gewoon een goede superfood blend. Die, want die superfood blends, superfood zegt het al, hè? Superfood, daar zit, dat zit boordevol met goede voedingsstoffen. Maar wat bedoel je met een superfood blend? Heb je het dan bijvoorbeeld over zo'n greens bijvoorbeeld? Poeder in een bus, wat allemaal van groente en fruit is gemaakt en wat je bijvoorbeeld in een smoothie kan doen? Ja, juist. Dr. Moors heeft die ook gemaakt. Die heeft 3 of 4 verschillende soorten nu. En daar zit zo ontzettend veel in. Hij heeft een keer gezegd dat, dat als je die neemt, dan krijg je zelfs meer binnen dan... Wat was het ook weer? Het even kwijt dan zoveel koeien of zo. Dat was echt... Er zit in ieder geval enorm veel in. Anja Windhagen zegt, ik ben het hier niet helemaal mee eens. Ik slik sinds april 2020 vorig jaar zink, vitamine C en D3. En ik ben niet meer ziek geweest. Normaal ben ik altijd 2 keer per jaar flink verkouden. En daar ben ik niet meer geweest sinds die tijd. Natuurlijk eet ik genoeg groente en fruit, maar dat deed ik daarvoor ook al. Dan moet ik ook zeggen, ik slik 3000 milligram vitamine C op een dag. Dus eigenlijk 3 gram. En ik gebruik ook D3 en dan in olievorm in combinatie met K2. En ik gebruik ook zink. En ik ben ook in mijn leven ontzettend veel ziek geweest. Het was niet normaal meer zo vaak als ik iets onder de leden had, om het maar zo te zeggen. Wat dus niet onder de leden is, maar wanneer je lichaam zich gaat reinigen. En sinds ik aan de voedingssupplementen ben, maar dat kan ook weer dat fucking placebo effect zijn waar we het voor de uitzending ook al over hadden. Ja. Dat je zoiets hebt van, ja, maar ik doe het nu toch zo gezond. En dat is ook weer gedachtekracht. Dus hoe zie jij dat? Ja. Ik denk dat... het is juist belangrijk dat je die reinigingssymptomen ervaart. Als je juist helemaal niet meer ziek bent. Ja, dan als je door hele detoxproces bent gegaan en je bent dan niet meer ziek. Ja, dan heb je natuurlijk je ultieme gezondheid bereikt. Ja. Maar daarvoor, als je dan niet geen verkoudheid meer krijgt of wat dan ook. Mensen denken dan, dan ben ik gezond. Maar
het tegendeel is dan eigenlijk waar. Ja, want, ja. Ik had dat dus vroeger ook, was ik ook heel veel verkouden, snotterig en heel veel als kind. En op een gegeven moment heb je het niet meer, dan denk je van, oh, nou, het is beter. Maar eigenlijk is het dus zo dat, want je, als je door blijft gaan met hetzelfde voedingspatroon, je lymfe, zeg maar, dat wordt dat verhard. Dus het wordt eigenlijk allemaal hard. Ook in je sinussen. Dus het kan er op een gegeven moment niet meer uit. En daardoor krijg je dus ook die symptomen niet meer. Maar eigenlijk is het dus goed om dat wel te krijgen, want je lichaam moet het kwijt. Ja. En dan komen we toch weer terug op die virussen. De virussen zijn onze vriendjes. Ik noem het altijd de zeep van de cel. Het is het reinigingsmechanisme van de cellen om je te ontdoen van alle opgedane gifstoffen. En dan wil ik ook nog even iets zeggen over hydroxychloroquine en ivermectine. Waarvan mensen zeggen van ja, maar als je de COVID krijgt. Ja, waarvan ik de naam niet ga noemen. Dan moet je dus aan de hydroxychloroquine en de ivermectine. En wat, daar heb ik onlangs nog een heel stuk over gelezen. Wat schijnt dat nu te doen als je uitgaat van het principe dat je een virus nodig hebt om je lichaam te reinigen? Wat jij net zelf ook vertelt. Als je nooit meer ziek bent, dan reinigt je lichaam zichzelf dus ook niet. Wat die twee medicijnen doen, is het reinigingsproces stopzetten. Nou is dat hartstikke leuk wanneer jij levensbedreigend ziek bent en de keuze hebt of ik neem die middelen of ik ga dood. Ja, dan snap ik ook dat je zegt van nou, ik neem die middelen. Maar wat ik daarover gelezen heb, is dat dat definitief jouw reinigingssysteem lam legt. Dus dat jij je daarna niet meer kunt ontdoen van alle opgedane gifstoffen. En dan overleef je het misschien wel, maar dan ga je dus uiteindelijk dood, eigenlijk aan een vergiftiging van al je cellen, omdat je lichaam niet meer in staat is om zichzelf te reinigen. Ja, dat zijn dus eigenlijk ook onderdrukkers. Ja. En dat gebeurt ook een beetje hetzelfde met supplementen. Je kunt wel tijdelijk kun je verlichting ervaren en dan lijkt het alsof het over is. Maar eigenlijk op de lange termijn, kan het alleen maar eigenlijk je cellen beschadigen, zelfs op de duur. Wow. Dit is weer heel leerzaam voor mij. En ik weet dat ik morgen wel doorga met mijn detox, maar dat ik voorlopig sowieso geen pillen meer ga nemen. En dan kan het natuurlijk ook nog zijn dat zodra ik stop met al die voedingssupplementen, dat ik dan ziek ga worden. En heel veel mensen zijn dan geneigd om te denken van, zie je wel, nou neem ik mijn pillen niet meer, dan word ik ziek. Dus, met die pillen beginnen. Maar je moet het omdenken. Ja. Je moet eigenlijk heel anders gaan denken, inderdaad. Ja. Het is best wel heel lastig, want ik denk dat nu ook heel veel mensen, waar we het al over hadden, over die quick fix, dat mensen zoiets hebben van, ja, nou zit ik al bijna 2 uur naar deze uitzending te kijken, en nou heb ik nog geen quick fix. Die is er niet. Ja, dat is hetzelfde als dat ik niet nu kan zeggen hocus pocus en morgen zijn alle beperkende maatregelen in de wereld weg. Er is gewoon geen quick fix eigenlijk voor helemaal niks. Iets wat jaren nodig heeft gehad om te ontstaan, dan kan je niet even een pilletje nemen en het is weg en je bent weer helemaal gezond. Nee, als je nagaat dat je misschien 40 jaar dat hebt opgebouwd in je lichaam, dan is het eigenlijk nog, als je het vergelijkt, nog te doen dat je een jaar misschien nodig hebt om je te ontdoen van alles. Ja. Weet jij een alternatief voor omeprazol? Dat is die maagzuurremmer, ook een zeer omstreden middel. Bij gebruik wordt B12 en magnesium niet goed meer opgenomen door het lichaam. Ja, dat klopt. Maar is er een alternatief voor die maagzuurremmer? Want ook dit is weer heel omstreden. Mensen die last hebben van maagzuur, en correct me if I'm wrong, maar dat is waar ik mij ook wel in heb verdiept.
Mensen die last hebben van maagzuur, is het grootste gedeelte, die hebben dat omdat ze een tekort hebben aan maagzuur. En wanneer jij dan maagzuurremmers gaat nemen, dan heb je niet meer die zuuroprispingen, maar heb je ook niet meer het maagzuur wat je nodig hebt om je voedsel goed te verteren. Ja, het kan zelfs ook aan de alvleesklier liggen. Of aan de galblaas of lever, dacht ik. Ik weet dat een appel eventueel kan helpen als je maagzuur hebt. Appelsidra, zei je ook gezegd. Ja. Gember. Ja. Gemberthee is ook een goede, die kan helpen. Appelsidra, zei, werkt dat ook? Dat weet ik niet. Dat zijn even de enige twee die ik nu in mijn hoofd krijg, maar de rest weet ik even niet. Ja, want dat is dus ook iets, er wordt door heel veel mensen gedacht van, als ik maagzuur heb, moet ik melk drinken. Dat is ook zoiets. Alsjeblieft geen melk drinken, ook al geeft dat op dat moment verlichting. Heel veel mensen denken ook dat ze geen zure producten moeten eten, wanneer ze last hebben van maagzuur. Bijvoorbeeld geen citroenen. Terwijl wat ik dus weer geleerd heb, is wanneer je dus gaat detoxen, nou ja, detoxen op de manier zoals ik dat doe. Mijn dag beginnen met een liter water en een uitgeperste citroen, natriumbicarbonaat en een theelepel appelsidrazijn. Ik heb ook heel veel last gehad van maagzuur. En sinds ik dat dus doe, heb ik eigenlijk nooit meer last van maagzuur. Oké. Dus, nou, we zitten bijna op 2 uur. Ik denk dat we heel erg hard moeten gaan stoppen. Ja. Heb jij tot slot nog een belangrijke boodschap, een belangrijke tip om de mensen mee te geven? Ik wou eigenlijk nog een stukje voorlezen, maar dan wordt het een beetje te lang. Is het al net zo lang als de vorige keer of is het korter? Even kijken. Ik heb een stukje. Nee, deze is iets langer. Ontgifting de gouden sleutel. Dat is een kleine bladzij. Nou, dan pak je die nog. Oké. Okay. Eigenlijk komt het een beetje hetzelfde. Ja, oké. Okay. Er staan nog wel een paar dingen staan er nog in waar we het niet over gehad hebben. Je ziet tegenwoordig veel mensen ontgiftingsprogramma's aanbieden voor een paar dagen of een paar weken. Maar daar ga je echt geen problemen mee oplossen. Denk je echt dat na jaren en jaren verzurende voeding nuttigen je dit kunt reinigen in een paar weken? Ware ontgifting van het lichaam is echt een kunst en kan niet zomaar in een week of een paar weken gedaan worden. Je lichaam ontgiften is een lang proces en heeft tijd nodig. En het einddoel van ontgifting is altijd de regeneratie van weefsel in het menselijk lichaam en het herstellen en verbeteren van de conditie van de cel en de vloeistof die daarvoor zorgt. Echte diepe weefselontgifting kan alleen plaatsvinden met fruit. Groenten bevatten lagere energetische antioxidanten en minder astringerende eigenschappen dan fruit en hebben complexere celstoffen die je maar tot een bepaald punt ontgiften. Voeg er fruit en kruiden aan toe en je hebt een superieure manier om de ziekte te overwinnen die je hebt gecreëerd. Er zijn vele eigenschappen die fruit superieur maken aan groenten. Groenten verteren moeilijker en de vertering ervan kost het lichaam meer energie. Fruit is hoger in antioxidanten en heeft astringerende eigenschappen en zal daarom je lymfe veel beter laten stromen dan groenten. Dat is waarom fruit de koning is van ontgifting. Dat is waarom je zoveel lymferespons ziet wanneer je fruit eet. En dat is wat je wil. Fruit is ook een simpele suiker en is superieur voor diabetes, alvleesklierontsteking, hepatitis en alle darmaandoeningen. Fructose heeft geen insuline of verteringsenzymen nodig. Fructose wordt niet afgebroken tot glucose. Het wordt direct in de bloedbaan opgenomen en kan gelijk gebruikt worden. De magnetische, elektrische energie van fruit is het hoogste van al het voedsel, wat het superieur hersen- en zenuwvoedsel maakt. De hersen- en zenuwcellen zijn de hoogste energiesystemen in ons lichaam. Ze hebben meer energie nodig dan een gewone typische cel. Dat is waarom fruit vitaal is voor celregeneratie.
Fruit regenereert hersen- en zenuwweefsel, terwijl groente dat niet doet. Fruit is zowel hersen- en zenuwvoedsel als de schoonmaker van weefsel. Groenten zijn meer de opbouwers van spier- en botweefsel. Fruit creëert een alkalische omgeving die de plakkerige, lijmerige mucus ontklontert en het helpt los te maken zodat het lichaam kan verlaten door het lymfesysteem via de nieren. De suikers in fruit verbranden langzaam, maar zijn krachtig en zullen de vitaliteit van cellen sneller verhogen dan welk ander voedsel dan ook. De energie is zo hoog in fruit dat het het transport van zenuwcellen en de functie van de endocrine klieren versnelt. Het brengt energie in het lichaam, terwijl ander voedsel dit juist wegneemt. Wees nooit bang voor het gebruik van fruit. Wauw, ik vind dit echt heel mooi. Ik zit al, terwijl jij dit voorleest, zit ik al helemaal na te denken van hoe ga ik morgen mijn dag beginnen? Welk fruit heb ik in huis? En ik zat al helemaal te brainstormen zo van... Maar krijg je dan niet hartstikke honger als je alleen maar fruit eet? En word je dan niet duizelig? En mag je onbeperkt fruit eten? Of zit daar ook weer een limiet aan? Nee, maar gewoon onbeperkt fruit eten. Het zou kunnen dat je die symptomen kan ervaren qua duizeligheid. Vanwege je bijnieren of cerebellum heeft ook te maken met duizeligheid, bijvoorbeeld. Maar ja, je kunt fruit eten zoveel je wilt. Maar 2 stuks fruit per dag is complete onzin. Inderdaad. Ja, en je hoeft geen honger te hebben. Je eet zoveel je wilt. En ik heb het zelf ook geprobeerd. Op zich, ja, na een paar dagen went je lichaam er echt gewoon aan. En, mag ik tot slot aan jou vragen hoe jouw dag er dan uitziet, wat jij eet? En toen kwam het, hè? Ze eet 's avonds patat en ze begint ze met een kaascroissantje en daarna een bak yoghurt. Oké. Dat weet ik helemaal niet meer. Ik begin altijd met fruit. Ik eet de hele dag fruit en dan 's avonds doe ik meestal een salade. Ik doe ook wel een keer gestoomde groenten. Ik doe ook nog wel een keer veganistisch. Maar ik probeer zoveel mogelijk fruit te doen. En ik probeer zoveel mogelijk vooruitvoer te doen. Dus zo ziet mijn dag er een beetje uit. Oké. Nou, ik ga ook mijn stinkende best doen. En ik vind dit zo interessant met jou. Want dit is toch echt wel een beetje ook mijn ding. En dan denk ik van ja, ik dacht ook dat ik zo supergoed bezig was. En dat blijkt dan toch niet het geval te zijn. En... we zitten dus nu op 2 uren. Dan komt er nog iemand die zegt van fruit zorgt wel voor tanderosie, toch? Nou, volgens mij valt dat ook reuze mee. Dat zijn dan zuuraanvallen op je tanden. Maar ja, wat heel belangrijk is, is dat je niet voordat je fruit eet van tevoren je tanden gaat poetsen en ook niet daarna. Dat is wat tenminste gezegd wordt. Maar ja, wat is nog waar in dit leven? Dat heeft ook weer te maken met verzuring en ook zuren in je mond. Dus dat ook, als je dat hebt, dan zou ik meer richten op groentesappen en niet het zure fruit. Want dan heb je ook waarschijnlijk bijschildklierzwakte, want de bijschildklier zorgt voor calciumopname. En als die zwak is, dan krijg je ook zwakke tanden. En wat goed is, is dan ook je zuurtegraad in je mond meten met zo'n pH-stripje. En eventueel met baking soda spoelen, zodat je mond ook alkalisch wordt. Ja. Dus dat zijn een beetje de tips die ik daarvoor kan geven. En je kan, als je bijvoorbeeld citroensap drinkt, kan je dat ook met een rietje doen. Want dat is hoe ik het doe. Ik doe een rietje in mijn mond, die leg ik echt achter op mijn tong. Zodat wanneer ik dat citroensap naar binnen werk, dat het niet eens met mijn tanden in contact komt. En wat ik ook al zei, wat ik dus ook doe, is baking soda bij het citroensap in. En dan schijnt dat elkaar zo eigenlijk weer te neutraliseren, dat het niet een zuuraanval op je tanden is. Dus, maar goed, we doen ons best. En Jan Velhaas zegt tot slot, als je gezond leeft, ga je gezond dood. Nou, zit ook weer wat in.
Ja. En Ingrid Frank is heel erg blij met deze uitzending. Nou, dat vind ik heel erg fijn. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. En ik maak heel graag een nieuwe afspraak met jou. Want ik plak er zo nog wel 2 uur aan vast. Als ik nu had gekund. Maar ik denk dat we dan zometeen geen live kijkers meer hebben. Ik moet zeggen, complimenten aan de live kijkers. Want we zaten op een gegeven moment over de 100. En we hebben er nu nog steeds na 2 uur aan het eind van de uitzending 75. En dat vind ik heel veel. Wow. Ik wil jullie ook vragen om deze uitzending te delen. Deel hem in allemaal Facebookgroepen. Ik plaats hem straks ook op YouTube, op BitChute, op Telegram. Mijn kanaal op Telegram en op Signal. Ja, ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid. Voor de goede vragen die er gesteld zijn. En jullie hebben jou en mij door deze uitzending heen gesleept. Want we waren allebei de zenuwachtig. En het is hartstikke goed gegaan. Dus, ja, ik ben super blij ook. Ik ben heel tevreden. Als jij dat ook bent, dan... ik breng nog even wat comments in beeld voordat ik afsluit. Men is tevreden. Dus, oh, wat leuk. Dat is het allerbelangrijkste. Dan wens ik iedereen een hele fijne avond. En aanstaande vrijdag ben ik er natuurlijk weer om 9 uur. En als ik het goed heb, ja, dan is Erik Boomsma dan bij mij. Dus dat wordt ook weer een hele andere kant op. Maar wel een hele interessante uitzending. Monica, dank je heel hartelijk voor het delen van al jouw kennis, van al jouw wijsheden. En, heel graag gedaan. En ook bedankt voor de uitnodiging. Heel graag. Het was me een genoegen. En we gaan gelijk een nieuwe afspraak maken. Voor januari. Voor januari. Het is toch wat. Tot de volgende keer allemaal. Doeg.